Welkom allemaal bij dit bijzondere webinar. We hadden het heel graag live gedaan, maar ja, het kan niet vanwege de coronamaatregelen. Dus we zijn hier te gast in het Hilton Hotel in Den Haag. En we helemaal coronaproof. We hebben een, dat vind ik dan wel leuk om te vertellen, we hebben een speciale suite gekregen, de Royal Suite, waarbij we dan net allemaal afstand kunnen houden. Dan hebben we allemaal andere kamers erbij, waarbij een aparte kamer dat je naar de wc kan, want anders kunt u last hebben van het lawaai. Een aparte kamer waar de gasten kunnen wachten en moeten met mondkapjes op. Nou, u kent het inmiddels wel. Maar op deze manier kunnen we toch nog een beetje verbinding met u zoeken en daar zijn we ongelooflijk blij mee. Mijn naam is Helge van Leur. U zou mij kunnen kennen omdat ik iets deed met het weer. Maar mijn passie ligt vooral in de combinatie met klimaat, duurzaamheid en vooral ook gedrag. Onze wereld is een prachtige planeet. We hebben alles wat we nodig hebben op die planeet om te kunnen wonen, te kunnen leven. Maar er verandert natuurlijk wel heel veel. En hoe gaan we met die veranderingen om? Blijf je op de korte termijn kijken of ga je toch 30 jaar vooruit kijken? Kun je het alleen? Of moet je het met anderen doen? Het is altijd een beetje geven en nemen. Maar uiteindelijk hebben we allemaal één doel. Ook in 2050 en daarna, maar 2050 maken wij waarschijnlijk allemaal nog mee, willen we nog steeds veilig en gezond op deze prachtige aarde blijven wonen. Maar dat betekent dat we nu wel in actie moeten komen. En vandaar dat er een bouwagenda is opgesteld. Een aantal mensen, nou niet zozeer een aantal mensen, maar heel veel mensen hebben gekeken hoe zouden we dat nou het beste kunnen aanpakken. Hebben we 4 jaar over gedaan. En vandaag is dan het moment waarop we gaan terugblikken en eigenlijk ook vooral heel veel vooruitkijken. Want we hebben nu de handvatten in handen om de volgende stappen te zetten. Nou, vandaag heb ik daarvoor een aantal gasten te gast. We gaan inzichten delen. U ziet op mijn bank, op een ruime, comfortabele bank, al 2 gasten zitten. U kent ze waarschijnlijk wel. Ik mag je en jij zeggen. Bernard Wientjes. U bent voorzitter van de Task Force. En ik heb me even verdiept. Dat is het soort van kabinet, zou je kunnen zeggen, van de hele bouwagenda. De bouwagenda is het regeerakkoord. Het regeerakkoord heeft een kabinet nodig die het dan grotendeels aanstuurt. Naast het kabinet hebben we natuurlijk het parlement. Dat is de bouwcoalities. En vervolgens hebben we ook het programmabureau wat het allemaal ondersteunt. En dan hebben we ook niet onbelangrijk nog de bouwcampus waar alles in de praktijk wordt uitgevoerd. En Etty Schippers bij mij aan de overkant. Etty, ook van hartstikke welkom. Dank en ik vind het heel leuk. Ik weet uit ervaring dat de bouwwereld vrij masculien is. Goed. Dus dat we hier al een beetje balans brengen. Ja, sorry Bernard, 2 vrouwen tegenover je. Nee, dat is toch veel mooier. De taskforce is echt 50% vrouwen. Dat is niet normaal in de bouwwereld. Je hebt gelijk, Helga. Het feit dat jij er vandaag bent is ook een bewijs dat we echt divers zijn. Maar in onze organisatie, in het team van Etty, in de coalitie misschien niet helemaal, maar wel in de taskforce, is het echt divers. Oké, wij gaan even met z'n drieën gaan we praten over wat we bereikt hebben en waar we naartoe willen. De rest van het programma is u misschien ook bekend. We hebben hele leuke deelsessies. We hebben dadelijk ook nog een onderrondje met demissionair minister Kajsa Ollengren. Ook heel leuk. En we hebben een boeklancering. Heb ik ook al gezien waar het over gaat. Dus blijf ook vooral kijken. We hebben zelfs nog een netwerkmoment aan het einde. Dus skip gewoon alles de rest van de middag. Leun achterover en geniet gewoon vooral. Maar doe ook mee. U mag ook vragen stellen. Dat kan via de chat. We hebben iemand die dat speciaal verzamelt. Ik krijg ze dan doorgespeeld en dan gooi ik het gewoon in de groep. Dus als er iemand nog het vuur aan de schenen wil leggen of een compliment wil geven of nog leuke tips, het is uw kans. Eventjes in de chat invullen. Wat hebben we uiteindelijk bereikt? En was dat ook wat we wilden, Etty? Oh, dat is wel meteen een hele goede, grote, ja, we gaan gelijk de diepte vraag, in, want we hebben maar korte tijd. Nou ja, wij hebben gezegd, we hebben een heleboel dingen bereikt en we zijn er nog lang niet. Dat is het korte antwoord. We hebben echt, denk ik, een fundament neergelegd waar die bouwsector niet meer onder gaat zakken richting Parijs. We moeten nu met het komende kabinet echt gaan doorpakken op dat fundament. En nu echt die grote aantallen gaan bereiken. Investeren in industrialisatie, in digitalisering, in innovatie. En gaan met die fabrieken van 25.000 woningen per jaar. Die uit de fabriek gaan komen. Dat zijn dingen die we nu echt nodig hebben. Ook wat zijn de belangrijkste lessen, Bernard, die we hebben gehaald? Ja, kijk. Interessant is natuurlijk dat de bouw een hele oude industrie is. Duizenden jaren oud. Maar interessant is ook, dat merk ik als in mijn afgelopen 4 jaar, dat het barst van vernieuwing. Heel veel jonge bedrijven, totaal nieuwe ideeën.
Alleen het moet gekoppeld worden aan elkaar, samen met de kennisinstellingen in Nederland, om te komen tot echte vernieuwing. Want wat je nog niet gezegd hebt, Helga, we moeten wel 8 miljoen gebouwen verduurzamen voor 2050. Dus die kennis is er, ondernemerschap is er, maar we moeten het bundelen. Bundelen tot die trein, die locomotief gaat doordaven. Want zoals jij in het voorbespreking zei, we hebben de rails gelegd. Ja. De locomotief staat er min of meer ook, maar... Nog niet op stoom. Nog niet op stoom. Nee, dat is eigenlijk het beeldspraak. Hè? We hebben dus een aantal roadmaps, mooie woorden, rails neergelegd en het ligt er. Het is nu heel belangrijk dat het nieuwe kabinet, hè, dus wat dan binnenkort gaat komen, dat hij ook dat weer doorzet. Want het nou, laat ik je gelijk vragen. Hè? Het kabinet waar het nu op ligt, hè? Met het VVD, waarschijnlijk met CDA. Nou ja, ik denk CDA, D66, een beetje zoals het was waarschijnlijk. Ja. Is dat gunstig voor de verdere uitrol van de bouwagenda? Nou, wat hebben we nodig? Wat hebben we nodig? We hebben natuurlijk een kabinet met visie nodig. Nou, dat lijkt wel zeker de versterking van de D66. Dat is een echt visionaire partij. We hebben ondernemerschap nodig, begrip van ondernemerschap nodig. Dat zit ook, denk ik, in de toekomstige combinatie. Maar niemand weet wat de combinatie gaat worden. Nee, we speculeren. Maar... En we hebben echt focus op innovatie, op duurzaamheid, op klimaat nodig. Dat wordt hoe dan ook versterkt in dit nieuwe kabinet. Dus ik denk dat de factoren die de brandstof voor die locomotief moet gaan rijden, een stuk beter gaat worden met dit nieuwe kabinet. Dat hoop ik althans. Ja. Etty, jij hebt ook met een aantal podcasts onderzoek gedaan wat we nou eigenlijk qua leiderschap nodig hebben. Daar gaan we dadelijk in de deelsessies dieper op in. Ja. Maar zou je alvast een tipje van de sluier kunnen uitleggen? Je zegt van nou, in combinatie met het nieuwe kabinet, als we nou die paar factoren hebben, dan zie ik dat we het kunnen gaan halen. Nou, het is wel echt, het ging ook over nieuw leiderschap. Hè? Dus het idee van dat deze transitie heeft echt nieuwe leiders nodig. Mensen die fouten durven maken, daar gaan we met Paul Iske straks iets over horen. Mensen die echt willen leren hoe ze dingen beter kunnen doen. Die durven risico te nemen. Dat is wel echt wat er nu uit naar voren komt. En er komt ook wel uit naar voren dat dat op dit moment nog best lastig is. Zoals de huidige bedrijven en de overheid is georganiseerd, dan is daar niet altijd begrip en ruimte voor dat nemen van risico's. Maar we weten gewoon nu niet hoe het moet. Dus we moeten met elkaar durven te leren en experimenteren. En dan vervolgens die ambities wel hoog houden. Ik hoop dat Diederik Samsom gaat ons daar volgens mij ook straks dingen over vertellen. Over Europa legt die lat nog weer wat hoger. Dus... ambitie en leren, dat is denk ik wel die combinatie. Die we ik heb ooit een keer in het klimaatakkoord van Parijs vanuit de Canadese delegatie gehoord van luister, als een kind tegen jou zegt ik wil astronaut worden, wat zeg je dan tegen het kind? Nou ja, nee, tuurlijk. En je denkt als volwassene die kans dat je, dat is niet zo. Als een volwassene dat tegen je zegt, joh, houd toch op, dat ga je niet redden. Benader het weer als een kind, heb die ambities hoog, want dan kan je ook ergens uiteindelijk iets bereiken. Ja. Maar die samenwerking, daar wil ik toch een nadruk op leggen. Het is essentieel dat ook de installatiesector, de ingenieurssector, de architecten en de bouw, iedereen die betrokken is daarbij, echt samen gaat werken met het beeld, het punt op de horizon, dat we echt kunnen bereiken, maar wel met samenwerken. En wat hebben we daar dan specifiek voor nodig? Want jij kent natuurlijk als geen ander van haven tot gort hoe makkelijk dat allemaal in beweging komt of juist niet. Hoe conservatief dat uiteindelijk is. Wat denk jij in een korte zin van, nou weet je... Dit zou een sleutel kunnen zijn waardoor we mensen in beweging krijgen. Leiderschap en regie. En dat is misschien een dooddoener, maar dat bedoel ik helemaal niet als dooddoener. Daarom willen wij ook een minister voor de bouw en de ruimteordening hebben. Wat is nog verschil tussen minister van en minister voor? Hoe zou minister dat? Minister voor heeft geen eigen bureau en ministerie en geen allerlei DG's en SG's. Ja? Dat kost weer 2 jaar voordat je die op de poot hebt staan. Dus gewoon minister binnen het BZK-departement met de portefeuille... bouw en ruimtelijke ordening. En dat moet een topvrouw worden, topman worden. En die moet het gaan trekken, samen met alle andere overheden. We spreken vandaag ook Bernard de Haar. Samenwerking met die overheden, met industrie. En dan hebben we de mooiste opgave, want het is een fantastische opgave. Alle huizen aan te pakken, voor ondernemers fantastisch, voor de bewoners fantastisch. Het is bijna jammer dat het afgelopen is, Bernard, of niet? Ja, nee, maar het is een goed gevoel. Okay. We hebben van begin af aan altijd gezegd, jongens, wij moeten er tijdelijk zijn. Dan kunnen we ook de druk erop zetten. Ja. En ik neem met een goed gevoel, met een traan, maar ook met een heel grote lach, afscheid van deze bouwagenda. Mooi. En Etty, hoe zie jij de toekomst? Ja, we moeten vooral nu ook door, hè. Dat is... Deze beweging mag niet stoppen. De bouwagenda gaat stoppen. Ja. Wij hebben het fundament aangelegd, maar de beweging mag niet stoppen.
En ik hoop dat iedereen die vandaag luistert daar ook vooral mee verder gaat. En de initiatieven die wij hebben opgericht opzoekt om, als het gaat over innovatie, digitalisering, ontzorging, innovatieversnellers, om daar aan te gaan meedoen. Ja, nou en vandaag met het feestje, met de webinar, gaan we daar ook nog zeker aandacht aan besteden. Ja. En we hadden het al over samenwerken. Gaat natuurlijk niet alleen in Nederland. Dat gaat natuurlijk ook in Europees verband. Zeker. Dus wij hebben unieke gelegenheid om vandaag via een videoverbinding contact te zoeken met een andere gast. Ook een hele belangrijke gast. Diederik Samson. En Bernard, jij vond het wel leuk om nog wat tegen Diederik... Dag Diederik, hallo. Dag Diederik. Ja, kijk, hallo Diederik, allemaal. Hey Diederik, ontzettend leuk dat je het doet op de eerste plaats. Kijk, hij was natuurlijk in feite onze baas. Hij heeft de klimaattafel Bouw de Omgeving voorgezeten. En voorzitterschap bij Diederik is geen democratisch voorzitterschap. Dat is gewoon doorduwen, doen en doen en doen. En wat wij aan het doen zijn de afgelopen jaar is eigenlijk in het verlengde van wat hij ons eigenlijk opgedragen heeft. Maar ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe je nou ook in Brussel de mensen op één rails krijgt. En in dezelfde klimaat krijgt zoals je ons toegekregen hebt. Ik ga graag naar je luisteren, Diederik. En wij ook, Diederik. Dus weet je wat, ik kan je nog wel introduceren. Maar ik zou eigenlijk bijna zeggen, wie kent jou niet? En je bent onze steun en toeverlaat nu in Europa, in Brussel. Take it away, Diederik. Ja, dankjewel. En leuk om hier te zijn. En allereerst, ik ben hier op het slot-event van de bouwagenda. Ooit zei Bill Clinton volgens mij tegen Wim Kok over de derde weg. You were first, Wim. En dat zou ik nu kunnen herhalen. Hè? You were first, Bernard en Etty. Als het ging om het opschalen van de bouw, de innovatie die nodig was. De grootschaligheid die nodig is om die enorme verduurzaming van de bouw waar te maken. Ik heb dat, Bernard wees er al op, mogen... voortzetten in het verband van het klimaatakkoord. Maar we hebben daar juist in dat verband ongelooflijk goed samengewerkt om die renovatieversneller, maar ook allerlei andere onderdelen die nodig zijn, onderdelen van de basis die je eerst moet leggen om ervoor te kunnen zorgen dat je die bouwtransitie gaat versnellen. Dat hebben we in het klimaatakkoord met elkaar afgesproken. En nu komt het nog op de uitvoering aan. Er zijn drie dingen die daarbij kunnen helpen waar ik enigszins bij betrokken zou kunnen zijn. Nou ja, eigenlijk eentje niet, maar daar kom ik het straks nog wel op. Maar allereerst inderdaad die Green Deal die we vanuit Europa nu hebben. Want het klimaatakkoord in Nederland is onderweg, maar inmiddels kijken we in Europa alweer verder en ambitieuzer. We zullen eind juni een pakket aan wetgeving naar alle lidstaten brengen. Voorstellen aan iedereen om die 55% te gaan halen. Dat pakket heet dan ook met een mooie naam het Fit for 55 package. En onderdeel daarvan is uiteraard dat de verduurzaming van de bouw nog veel sneller moet dan we ons eigenlijk hadden voorgenomen. En eerlijk is eerlijk, de snelheid die in het klimaatakkoord was voorgenomen is al voor heel veel mensen adembenemend. En toch is het nog niet voldoende. We hopen daar wel bij te kunnen gaan helpen. Op verschillende manieren vanuit Europa. Uiteraard met regelgeving. En het ervoor zorgen dat er ook allerlei doelstellingen worden gemaakt. En de EPBD, de bouwbesluit, verder aanscherpen. Zodat nieuwe gebouwen, maar ook bestaande gebouwen, sneller aan duurzaamheidseisen moeten en kunnen voldoen. Maar ook met een enorm programma wat we de Renovation Wave hebben genoemd. Want datgene wat natuurlijk in Nederland is begonnen door de bouwagenda, heeft ons op Europees niveau geïnspireerd om hetzelfde te doen, maar dan niet voor 7 miljoen objecten of 8, 9, afhankelijk van hoe je telt in Nederland, maar voor 200 miljoen objecten. Inclusief die dorpen die achterin het land van Bulgarije staan. Of op het platteland van Roemenië. Waar op een heel andere manier gebouwd wordt. En dan kan ik jullie verzekeren, ik weet niet of het een troost is, maar in Nederland zit je er nog altijd heel goed bij. Ook als het gaat om die opgave van verduurzaming. Want elders in Europa weten we nog nauwelijks waar we moeten beginnen. En toch gaan we het wel doen. 200 miljoen gebouwen in de komende 30 jaar verduurzamen richting die klimaatneutrale toekomst die we in 2050 uiterlijk moeten hebben bereikt. Daar is wel heel veel voor nodig. Innovatie, regelgeving, maar ook geld. Investeringen. En dat is het tweede deel, naast die Green Deal, waar we nu werk van maken. Dat heeft alles te maken met corona.
En het herstel wat we daaruit nu moeten gaan vormgeven. Ik zeg nu, dat is licht hoopvol, maar laten we zeggen, ergens in de komende zomer hopen we toch allemaal uit die deken van corona te kunnen opklimmen en richting een nieuwe toekomst te gaan kijken. En die toekomst zal er groen uit moeten gaan zien. En daar heeft zich de afgelopen jaar natuurlijk wel iets heel moois, zou je haast kunnen zeggen, al is het in coronaverband moeilijk om over moois te spreken, maar toch iets hoopvols voorgedaan. Want waar normaal gesproken, in, laat ik zeggen, normale tijden, politici, maar ook maatschappij, bij iets als de coronacrisis, zo'n enorme crisis die al onze aandacht, al ons geld, al ons politieke kapitaal vergt, in normale tijden wordt dan heel snel een groen plan, een groene toekomstvisie onder in de la gelegd. Ja, dat is voor later. Daar hebben we nu even geen tijd voor. Geen tijd voor groene hobby's. En ditmaal is het totaal anders gegaan. Ditmaal hebben we de Green Deal juist in het hart geplaatst van het herstelprogramma naar die toekomst toe. Dat is ook wel logisch. Als je toch een economie moet gaan opbouwen na corona, dan kun je het beter in één keer goed doen dan terug te keren naar het oude normaal en dan vervolgens alles weer richting verduurzaming te moeten brengen. We hebben nu een kans om het in één keer goed te doen. En we hebben geld. 750 miljard euro is er op Europees niveau vrijgemaakt om dat herstel te begeleiden, te betalen. Dat is nog niet eens alles, maar het is wel een enorme impuls. En Nederland heeft recht op een deel daarvan. 5,6 miljard euro. Helemaal gratis. Nou ja, u heeft er al lang voor betaald, dus ik zou er ook maar gebruik van maken. Daar aarzelt Nederland nu nog wat. Maar goed, laten we daar even doorheen kijken en zien wat is er nou nodig om dat wat de bouwagenda ooit in gang zette, wat in het klimaatakkoord is afgesproken, wat straks door de Green Deal nog een schepje scherper en ambitieuzer moet. Wat is er nou voor nodig om dat mogelijk te maken? Nou ja, jullie weten het nog beter dan ik, maar kijk eens naar de woningbouwcorporaties. We hebben in het klimaatakkoord afgesproken, die zogenaamde renovatieversneller, die corporaties, die moeten gaan investeren in hun woningen om ervoor te zorgen dat die versneld verduurzaamd worden. Dat is niet alleen goed voor het milieu, dus ook nog goed voor een eerlijke samenleving. Want juist bij woningbouwcorporaties huren de mensen met een wat kleinere portemonnee. En wat is er nou mooier dan hen niet alleen een comfortabelere woning te geven, maar ook een lagere energierekening. Moet je er wel voor kunnen zorgen dat die investeringen niet gepaard hoeven gaan met enorme huurverhogingen, waardoor de mensen die daar wonen alsnog slechter af zijn. Daar is dat extra kapitaal wat nu vanuit Europa richting alle lidstaten gaat, waar Nederland dus ook gebruik van kan maken. Daar is dat kapitaal natuurlijk enorm geschikt voor. Van die 5,6 miljard euro. Stel dat je er 1 miljard voor zou nemen. Misschien 2. Hoeveel sneller zouden we dan met z'n allen die renovatie kunnen gaan vormgeven? Ik zou het wel weten. Het is uiteraard aan Nederland. En dan kom ik bij het derde, waar Bernard al over sprak en waar ik niet bij betrokken ben, maar wat wel erg belangrijk is, dat regeerakkoord. Deze afspraken moeten uiteraard in dat regeerakkoord landen. Om meerdere redenen. Omdat het de plek is om dit soort afspraken te maken, maar ook omdat er wel een beetje haast bij is. De deadline voor het indienen van plannen bij Europa, voor het doen van die investeringen, voor die 750 miljard, die deadline die ligt in april. Die gaat Nederland al niet eens halen. Dat is een licht gênante toestand, maar daar kunnen we nog wel mee leven. Maar dan moet je niet nog veel langer gaan wachten. Dus wat mij betreft, Europa rolt zijn regelgeving en zijn wetgeving uit in juni. Nederland maakt een regeerakkoord ergens tussen nu en juni. En dan kunnen we met z'n allen aan de slag. Op naar die toekomst waar de bouwagenda ooit zo'n mooi begin van maakt. Diederik, dank je wel. Duidelijk verhaal. Wat bij mij dan ook nog wel een beetje jeukt, en dat zal je natuurlijk ook wel herkennen. Je kunt vanuit Europa natuurlijk geld beschikbaar stellen. Je kunt technieken aan elkaar koppelen. Je kunt de landen stimuleren. Maar hoe ga je die mensen meekrijgen? Komt er ook een soort gedragsunit om te kijken hoe je dat het beste kunt aanpakken? Ja, zeg ik erbij, maar met enige terughoudendheid, want we moeten ook wel ons realiseren hier in Brussel waar we goed in zijn en waar we niet zo goed in zijn. En communiceren direct met Europese burgers, daar is Brussel eenmaal niet zo goed in. Dat zouden we heel graag anders willen zien en daar gaan we ook wel op oefenen, maar dat duurt best lang hoor. Dus kijk, wat ons betreft gaat het erom dat wij nu de omstandigheden creëren, de financiële omstandigheden en de wetgevende omstandigheden om dit mogelijk te maken. En het aardige is dat wat ik de afgelopen tijd meemaak, als we spreken met mensen, want dat doen we gelukkig best heel veel, zelfs in deze coronatijd, dan voel ik juist dat
dat meekrijgen van mensen steeds makkelijker gaat. Tot op het moment, tot op het punt dat wij hen niet mee moeten nemen, maar zij ons. En dat gaat ver. Dat zijn niet alleen de jongeren die in de Fridays for Future Mars op straat roepen dat de regeringsleiders het erbij laten zitten en hun toekomst op het spel zetten. Daar hebben ze nog een punt ook. Maar het zijn ook de CEO's van grote bedrijven die inmiddels het licht hebben gezien, eigenlijk een soort sneak preview van de toekomst hebben gezien en nu zeggen tegen ons, schiet nou eens op met die regels, want wij willen naar die toekomst toe en wij kunnen niet zonder dat het wetgevende kader daarvoor verandert. Tot en met huizenbezitters, die als je eenmaal laat zien dat inderdaad een comfortabeler huis een lagere energierekening oplevert en dus wat extra koopkracht aan het eind van de maand, helemaal niet zo beroerd staan te kijken en denken, hé, waarom doen we dat eigenlijk niet wat eerder? Ja, nou vanuit mijn vakgebied, hè, met de combinatie tussen klimaat, duurzaamheid en gedrag, weet ik dat je kunt alle kennis overdragen, maar mensen voelen het als een soort van ongemak, gaan in een soort weerstand. En vanuit de psychologie blijkt dat als je mensen mee wil krijgen, dat je ze eigenlijk vooral gemakkelijk moet maken. En daar sluit een vraag aan die binnenkomt van Ernst Fuik. Waarom aarzelt Nederland dan om die 5,6 miljard in te zetten? Ja, dat is een mooi verhaal. Niet zo heel relevant voor de bouwagenda, maar toch maar even. Kijk, Nederland heeft, en dat hebben jullie allemaal gezien in de vorm van Mark Rutte, nogal moeilijk gedaan over dit herstelpakket. 5 dagen in juli, 4 nachten lang, riep hij dat het allemaal eigenlijk maar wat minder kon en dat wij niet zomaar geld gingen geven aan Zuid-Europa. U kent die retoriek wel. Wat daar dan tegenover moest staan waren scherpe hervormingen om de economie van die landen ook te versterken. Dan heb ik het over pensioen en arbeidsmarkt en overigens had Mark Rutte daar ook wel een punt. Maar dat geldt vice versa ook. Nederland zal ook een aantal dingen moeten doen om de economie te versterken en toekomstbestendig te maken. En dat staat bovenaan het Europese lijstje. De aftrekken van de hypotheekrente, de hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen en de belastingontwijking aanpakken. En reken maar dat de andere Europese landen Nederland daaraan zullen houden, zoals Mark Rutte hem eraan houdt. Nou, en dan was de regering die net tegen het einde aan het lopen was, hè, waar we nu sinds gisteren een nieuw parlement voor hebben gekozen. Dus het vorige kabinet, ja, dat zag het natuurlijk niet zo zitten om op dit moment met dat soort maatregelen te gaan komen. Het politieke draagvlak ontbrak. Nou, daar is deze nieuwe formatie natuurlijk ideaal voor. Nieuwe partijen aan tafel, nieuw elan, nieuw momentum. Dus ik zou zeggen, hup, ga ervoor. Het aanpakken van een belastingontwijking lijkt me sowieso een heel goed idee. En die hypotheekrenteafbouw, dat waren we eigenlijk ook al wel van plan. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook over, je zegt, er komen nieuwe mensen. Vooralsnog lijkt het redelijk nog bij het oude te zijn en wat verwisseling van poppetjes. Maar wat wel in deze verkiezing heel sterk naar voren kwam, we kunnen het niet alleen. We hebben Europa en de rol van Europa nodig. En daar is de Green Deal van jullie natuurlijk een uitgelezen kans voor. Want als Europa zegt, luister, 55% moeten we gewoon gaan halen in 2030. Dat legt de lat behoorlijk hoog, dus die ambities moeten we ook hoog leggen. En Joris van der Heuvel vraagt, wat gaat de Nederlandse gebouwde omgeving dan specifiek van de Europese doelstelling van 55% merken? Om die doelstelling te halen, zullen we, ik zei het al, de gebouwde omgeving versneld moeten verduurzamen. En wat ga je dan merken? Laat ik er 1 voorbeeld uitpikken. Er is een energieprestatierichtlijn voor gebouwen. Die Europese woorden zijn onnavolgbaar. Maar dat is een richtlijn die voorschrijft hoe een gebouw in elkaar moet zitten. Daar is het Nederlandse bouwbesluit van afgeleid en nog heel veel andere regelgeving. Dat hebben we een tijdje laten sudderen. Daar staan wel voorschriften in, met name voor nieuwbouw. En dat leidt overigens ook wel tot duurzamere nieuwbouw. Maar daar gaan we echt een enorme slinger aan geven. Zowel voor die nieuwbouw overigens. Dus klimaatneutraal wordt volledig de nieuwe norm, maar ook voor de bestaande bouw. En dan beginnen we uiteraard met de utiliteitsbouw, hè, de advocatenkantoren, want die kunnen dat uit hun huurtarief nog wel financieren. Uiteraard de overheidsgebouwen, want ja, daar zijn we met z'n allen voor verantwoordelijk. Daar moeten we ook het goede voorbeeld bij geven. Maar misschien komen we ook nog wel een keer uit bij bestaande huizen, waarbij we op een gegeven moment zeggen, joh, in 2040... kan eigenlijk een huis gewoon niet meer een label D, E, F of G hebben.
En dat zijn ingrijpende maatregelen waar we overigens op dit moment nog over nadenken en nog geen besluit over hebben genomen, want dat gaat altijd in samenspraak met iedereen zo'n beetje. Maar daar zou je aan kunnen denken. Een versnelde stok achter de deur. We hebben overigens gezien hoe goed dat werkt in Nederland, waarbij op een gegeven moment gold dat voor kantoren een label C verplichting gold. Dus investeerders, vaak zijn kantoren in handen van investeerders, dachten, laten we dat dan maar doen. En nou we toch bezig zijn, waarom eigenlijk stoppen bij label C? Waarom kunnen we niet door? En dan zagen ze dat het onderhoud en de energierekening van die gebouwen ook dramatisch verbeterde. Dus door die stok achter de deur help je innovatie en nieuwe creativiteit weer vooruit. En maar Diederik, het is natuurlijk, sorry dat ik je onderbreek, maar het is natuurlijk ook wel zo dat die regelgeving af en toe elkaar een beetje bijt. Hè? Als je het hebt over gebouwgebonden financiering. Als je dat bekijkt voor particulieren, dat botst nu met de Europese wetgeving in. Hoe ga je dat dan regelen? Dat gaan wij nooit voorkomen. Ik ben altijd een voorstander geweest van het eerlijke verhaal. En dat geldt hier ook. Het zal altijd zo blijven dat specifieke wensen op specifieke momenten in specifieke lidstaten niet altijd worden geholpen. Wat ik wel kan beloven is dat mocht dat ergens vastlopen, bijvoorbeeld in dit geval, dan doen we er alles aan om dat weer los te trekken, de regels daarvoor aan te passen. En Europa wordt daar overigens ook steeds beter in. 50 jaar oefenen. Dat helpt. Dus ik ga er echt van uit dat we op vrij korte termijn, ook als het gaat om het financieren van deze hele operatie, dat we daar ook stappen in kunnen zetten. Kijk, een van de zaken waar we inderdaad over praten, toevallig hadden we het over de hypotheekrenteaftrek in een vergelijkbaar verband, maar toch een beetje anders. Maar het financieren van de verbouwing van een woning, dat is in Nederland is dat lastig, omdat we eigenlijk al overgefinancierde huizenmarkt hebben. Hè? Iedereen zit te diep in de schulden, dat is een zorg. Dus zodra je gaat voorstellen om iedereen de hypotheek maar wat te verruimen om de verbouwing te kunnen betalen, dan beslagen ramen bij de autoriteit van de financiële markt. En nog meer zenuwen, ook hier in Brussel overigens. Nou, daar moeten we toch nog eens een keer goed naar kijken, want als wij de regels veranderen voor de financiering van deze hele verduurzaming, dan hoort dit er ook bij. Zeker. Nou, Olivier Lauterslager, dank dat jij deze vraag stelde aan Diederik. Ik vertaalde hem even, maar je hebt het gezegd. Diederik, nog een hele korte laatste vraag aan jou. En ik weet, voor politici is het kort om kort antwoord te geven een uitdaging, maar dat kan jij. Wat moet er volgens jou het regeerakkoord om die bouwagenda door te kunnen voeren? De harde afspraak dat we, beginnend bij de woningbouwcorporaties, die financiering van deze verduurzaming vanuit met z'n allen, dus vanuit publieke middelen, mede gaan betalen. Het idee dat het zichzelf financiert klopt nog steeds, maar als we daarop wachten, dan gaat de traagheid van deze operatie ons parten spelen. We zullen echt met een vliegwiel moeten komen. De bouwagenda heeft daarvoor de elementen aangedragen aan het regeerakkoord om dat in elkaar te zetten en te laten draaien. Nou, meneer Samson, Diederik, ongelooflijk bedankt. Doe de groetjes aan Frans Timmermans, want laten we wel wezen, het feit dat jullie daar in het Europese parlement zo actief zijn op klimaat- en duurzaamheidsbeleid, dat doet wel veel hier in Nederland. Dus blijf vooral zitten en blijf het promoten. Ik ben in elk geval heel erg blij met jullie. Dank jullie wel. Het gaat je goed. Dank je wel, Diederik. Ja. Veel succes daar. Dank je wel. Ja, en na 4 jaar bouwagenda is natuurlijk wel duidelijk dat we een balans op moeten gaan maken. Samenwerking is belangrijk. Innoveren is heel complex. Niet alle ambities worden gehaald. Je probeert iets en dat gaat niet goed. Dan duikt de media erop af en dan durf je eigenlijk niet meer. Er zitten heel veel haken en ogen aan. En eigenlijk is dat ongelooflijk jammer, want het is natuurlijk ook gewoon winst als iets mislukt, dat je weet waarom het niet werkt. En iets wat nu niet werkt, werkt misschien wel over 10 jaar. En dan moet je niet meteen af gaan serveren. Je moet iets leren, ook van dingen die fout gaan. Zonder wrijving geen glans. En met tegenwind leer je vliegen, om gewoon maar even mijn eigen weertermen erin te blijven houden. En iemand die heel veel van die tegenwind weet, die is inmiddels aan de rechterkant bij mij aangeschoven op een de coronaproof manier. Hij komt uit de wetenschap, vind ik leuk, want hij is gepromoveerd in theoretische natuurkunde. Nou, daarna heeft hij bij een bank gewerkt, ik zal geen namen noemen, ABN AMRO. En ook met Shell, daar was hij voornamelijk bezig met het verbinden van kennis binnen en buiten.
Hij is ook nog eens hoogleraar in Open Innovation en Business Venturing aan de School van Business en Economics van de Universiteit van Maastricht. Mondvol, maar eigenlijk net als wat ik bij Etty en ook bij Bernard zag. Ze hebben in zoveel verschillende sectoren hebben ze gewerkt of hebben ze ervaring of zijn ze nog actief, dat het eigenlijk ook heel makkelijk maakt om de integratie samen te laten vallen. Maar de gelegenheid waar hij vandaag voor aanwezig is, is eigenlijk zijn titel Chief Failure Officer van het Instituut van Briljante Mislukkingen. Nou, eigenlijk is het ook wel heel tof. Eigenlijk zou ik in elk bedrijf gewoon zo'n chief aangesteld moeten worden. Het doel is natuurlijk om begrip te kweken voor het feit dat je mag experimenteren en dat het ook mag mislukken, omdat je er ook dingen van leert. Zeker in een hele complexe wereld. Dames en heren, uitgelezen persoon om zijn visie te delen over een aantal al dan niet pijnlijke lessen uit 4 jaar bouwagenda. Paul Iske. Dankjewel Helga en wat geweldig om hier te mogen zijn. Wat geweldig ook om bij u thuis te mogen zijn in de huiskamer of studeerkamer of weet ik waar dan ook. En ook heel mooi om een bijdrage te mogen leveren aan de afsluiting van de bouwagenda. Mijn naam is inderdaad Paul Iske en ik wil u graag wat plaatjes laten zien. Waarbij we gaan kijken van wat is dat nou eigenlijk briljant mislukken? Hè? Want ik kan me voorstellen dat u de vraag heeft, ja, wat is nou het verschil tussen briljant mislukken en gewoon mislukken? Maar ook waarom hebben we het er überhaupt over? Hè, er werd al eerder ook gezegd, de bouwagenda is natuurlijk een enorme opgave van samenwerking. Ik heb ook mij erg verdiept in de bouwagenda en het is me wel eventjes een opdracht zeg. Nu en in de toekomst en het formaat ervan en natuurlijk ook het belang ervan. Dat is dus ontzettend belangrijk. Ik vroeg me toch af, toen ik ook naar dit plaatje zat te kijken. 2 jaar geleden werd er gezegd, ja, de bouwagenda mislukt zonder innovatie en zonder schaalsprong. En dat is denk ik helemaal waar. We hebben het ook over innovatie. Maar het is wel interessant om ook even naar die schaalsprong te kijken. Daar wil ik even op ingaan. Want het blijkt bij innovatie nou juist dat die laatste stap vaak het meest uitdagend is. Kijk, we kunnen natuurlijk een hele hoop dingen beginnen. En dat doen we ook in Nederland. En niet alleen trouwens rond de bouw natuurlijk. Op heel veel gebieden wordt er heel veel geïnnoveerd. Worden heel veel initiatieven genomen. Dingen als pilots gedaan, prototyping, testen, experimenteren. Maar het gekke is dat naarmate de tijd vordert en op een gegeven moment het moment aanbreekt dat het echt opgeschaald moet worden, gecommercialiseerd, geïmplementeerd, welk woord u ook maar wil gebruiken, dan wordt het ineens kwadratisch of exponentieel lastiger. En dat noemen wij de last mile. Dus, en we noemen het ook wel eens de innovatieparadox die in Nederland heerst, dat we heel veel dingen beginnen, maar aan het eind vaak tegen hele moeilijke problemen aankomen, omdat je dan eigenlijk dingen structureel moet veranderen. Dan loop je bijvoorbeeld ook tegen zaken aan die je ook in dit stuk kunt lezen. En daar zie je ineens dat het niet alleen om andere regelgeving gaat, maar soms ook over de interpretatie ervan. Dus regels bijvoorbeeld is een reden waarom je uiteindelijk bij de opschaling een probleem zou kunnen krijgen. Maar, dat kwam er net ook ter discussie door Helga, soms is het ook gewoon het menselijk gedrag. Het zijn vaak de dingen die we met elkaar hebben afgesproken die onszelf in de weg staan. En dat noem ik eigenlijk de situatie van georganiseerde domheid. Dat is een situatie dus waarin we dus wel aan de regels voldoen, maar niet aan de bedoelingen die we eigenlijk hadden. Of omgekeerd, dat we heel graag bepaalde bedoelingen zouden willen hebben en uitvoeren, maar dat we er eigenlijk niet aan toekomen door de regels. Dus eigenlijk wat ik heel graag zou willen, is dat we ook voor het vervolg van de bouwagenda, wat hierna komt, dat we dus vooral die strijd tegen die georganiseerde domheid gaan voeren. En dan vraag ik ook af, hoe kan je dat doen? Nou, er zijn al een aantal interessante initiatieven. Helga noemde al, ik kom ook uit de financiële wereld. Daar heb je al jarenlang iets dat heet de Financial Sandbox. Daar werken de autoriteiten samen aan reguliere omgevingen, waar je tijdelijk eventjes, natuurlijk wel gecontroleerd, kunt experimenteren en dat we even die regels op een andere manier toepassen. Natuurlijk nogmaals wel verantwoord. En dat is pas ook overgeslagen naar de zorg. Daar hebben we nu de Nederlandse Zorgzandbak. Die wordt ondersteund door de VWS, door de Zorgautoriteit en door het Zorginstituut Nederland. Allemaal met het doel om de innovatoren in die sectoren net even wat meer ruimte te geven of om te snappen waar ze nou tegenaan lopen. Als ze nou steeds tegen de soortgelijke problemen aanlopen, dan zijn dat dus dingen die we moeten aanpakken. Want wat we zien is dat de wetenschap al vooruit gaat, maar dat vaak het absorberend vermogen van de omgeving achterblijft. En dat zie je heel veel met innovaties. Dus ik roep hier eigenlijk al op, als we vooruitkijken, moeten we ook niet een bouwzandbak maken. Ik heb er meteen een soort beeld bij gecreëerd, dat ziet er misschien een beetje zo uit.
Maar het idee is dan wel dat we dus ook met z'n allen slim gaan innoveren. Dat we slim vooruit gaan. Want dat moest toch? We moesten en innoveren en opschalen. En dan moeten we elkaar natuurlijk niet in de weg gaan zitten. Maar er stond nog iets in het boekje wat ik gelezen heb. Daar staat in dat het ook inhoudt dat je risico's moet nemen. Dat je met nieuwe technologie bezig bent. En dat je ook moet accepteren dat af en toe iets mislukt. En dat daar ruimte voor moet zijn. En daar ben ik het natuurlijk ongelooflijk mee eens. Maar wat je in de praktijk wel vaak ziet, is dat we dat toch proberen uit te bannen. Dat doen we bijvoorbeeld met z'n allemaal plannen te maken. In de bouw worden ook nu plannen gemaakt en die bestrijken vaak heel veel jaren. Alsof er in heel veel jaren nooit wat kan gebeuren. Vind ik al wel interessant, hè? Dat je een plan hebt. En je zegt, nou, over 10 jaar, ik hoor nu zeggen 2050. Maar we weten ook allemaal dat er tussen nu en 2050 komt er vast wel weer iets van het formaat van een corona, een financiële crisis, een verkiezing van Trump, u noemt het maar. Er is altijd wel iets wat er gebeurt. En op een of andere manier moet je daar natuurlijk wel mee om kunnen gaan. Het idee dat we dus eigenlijk in een wereld zitten waarin we met elkaar aan de gang gaan, plannen maken, zoals hier in het plaatje beschreven staat, waarin eigenlijk helemaal niks gebeurt. Het is nogal saai eigenlijk. En hier wordt natuurlijk ook helemaal niks nieuws gezien. Er wordt dus ook niks geleerd. Maar bovenal, het is volstrekt onrealistisch. Hoe het in de praktijk zal zijn, is dit. We gaan allerlei dingen tegenkomen, we gaan daar gezamenlijk mee om moeten gaan en we gaan daar gezamenlijk van moeten leren. En als we klaar zijn voor het onderste plaatje, dan hebben we kans van slagen. Want daar zien we ook allemaal nieuwe patronen. Want intelligentie, daar ga ik het zo even over hebben namelijk. Maar intelligentie heeft te maken met patroonherkenning. Dat zien we ook bij artificial intelligence, wat overigens niet bestaat, wil ik trouwens even zeggen. AI staat altijd voor artificial intelligence, maar er is niks kunstmatigs aan intelligentie. Waar het zou voor moeten staan is additionele, aanvullende intelligentie. Want ik hoef niet zo nodig, tenminste ik spreek voor mezelf nu, ik hoef niet vervangen te worden door een computer. Ik wil wel graag aangevuld worden door een computer, dan wordt het veel leuker. Dus leren nou, AI staat voor dus augmented, additional, aanvullende intelligentie. Dat lijkt me veel leuker. Nou, dat gezegd hebbende, kijken we dus naar dat onderste plaatje en daar vallen dus allerlei nieuwe dingen te waar te nemen. Daar leer je nieuwe patronen herkennen. En dan heb je kennis opgedaan. Dan heb je geleerd en dat is ontzettend nodig. Hè, want we zien dus hoe complex die omgeving is waar de bouwagenda in heeft geacteerd. We zien hoe complex het is vanwege de mensen, vanwege de technologie, vanwege de economie, vanwege corona, noem maar op. Dat is de wereld waar we steeds eigenlijk, als Rutte een verhaal vertelt op dinsdagavond, is de wereld weer anders. Daar moeten we iedere keer op in kunnen springen. En dat moeten we dus doen door zo snel mogelijk te leren. Engelsen begrijpen dat, die weten ook dat er wordt veel, dat staat gewoon voor first attempt in learning. Maar dat betekent wel dat we op een andere manier ook moeten gaan kijken, dus na dat falen, na dat mislukken. Ik heb ontzettend veel mislukkingen in mijn leven bekeken, daar ben ik mee geconfronteerd. En ik kan u één ding vertellen, dat is geen pretje, dat is helemaal niet leuk. Ik heb heel veel mensen gezien die ontzettend hun best hebben gedaan en het lukte niet en die waren hun energie kwijt, die waren hun baan kwijt, die waren hun geld kwijt, mensen hun pensioen verspeeld hebben. Tot en met mensen die hun gezondheid en hun relatie verspeelden. Dus ik ga hier niet lopen roepen dat mislukken een groot feest is. Wat ik wel ga roepen hier is dat er nog een andere kant is van kijken. Als je dus op een andere manier naar mislukken kijkt, dan zie je, en zeker rond de bouwagenda, en niet alleen daar, maar zeker ook daar, ik heb alleen maar mensen gezien die met dingen bezig zijn die we met z'n allen belangrijk vinden. Die zich daar enorm voor hebben ingezet. Die ook een hoop hebben geleerd. En dat heeft waarde. Dat noemen wij faalopbrengsten. Dus ik weet dat in de bouw zijn we natuurlijk allemaal bekend met de term faalkosten. Maar er zijn dus ook faalopbrengsten. En die faalopbrengsten die zitten in de lessen die we met z'n allen geleerd hebben. Maar als we daar niet over durven of kunnen of mogen praten, dan houden we alleen die faalkosten over. En daar doen we onszelf ongelooflijk tekort mee. Dus bij deze al de oproep, ga op zoek naar die faalopbrengsten. En ga ook zorgen dat die lessen dan ook toegepast gaan worden. Nou, dan zult u zeggen, nou dat is wel heel makkelijk, hè? Mislukken, prima, maar is het nou zo makkelijk? Nee, natuurlijk niet. Ik ben niet voor niks oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. En de vraag is natuurlijk, oké, wat is dan een briljante mislukking? Wat is het verschil nou? Nou, een briljante mislukking is iets wat je probeert met hele goede intenties. En je doet ontzettend je best, maar het loopt toch af en toe anders dan je had gedacht. Maar daar kun je wel wat van leren. Nou, voor sommige mensen is dit niet genoeg, want die vragen mij wel eens, Paul, ik heb hier een mislukking. Is die briljant of hoe briljant is die eigenlijk? Nou, ik heb voor u iets meegenomen, een formule. Een formule waarmee u kunt uitrekenen hoe briljant uw mislukking is. En die formule, die heet de viral formule. En daar kan ik niks aan doen, ik was eerder.
Maar het gaat hier nou net over zaken die zich wel moeten verspreiden met een reproductiefactor groter dan 1, een R groter dan 1. Het gaat hier namelijk over 5 factoren. De visie die mensen hebben, de goede intenties. Nou, die zaten er absoluut in die bouwagenda. Een en al goede wil om de wereld beter en mooier te maken. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomst juist. De inzet die is getoond, is keihard gewerkt door iedereen in en rond de bouwagenda. Omgaan met risico's, ja, dat is een interessante. Je kunt natuurlijk niet te veel risico moeten nemen, want ja, dat is onverstandig. En dat kan schade opleveren. Maar als je te weinig risico neemt, dat is ook niet goed, want dan laat je kansen lopen. Dus je moet heel goed kijken naar wat zijn nou die risico's en wat vinden we acceptabel en wat niet. Dan heb je de aanpak. Heb je voorbereid, heb je samengewerkt, heb je kennis gebruikt die er was, dan heb je een goede score op die A. En L, heb je er wat van geleerd, dan ga je de les ook gebruiken, ga je de les ook delen met anderen. En score je op alle 5, dan heb je een briljante mislukking. En dan moet je trots zijn. Is het in de praktijk zo makkelijk? Nou, dat is mijn ervaring, dat valt soms nog wel eens mee. Kijk, als dit zo'n beetje de cultuur is van je omgeving, ja, dan weet je wel dat je moet oppassen met dingen proberen die zouden kunnen mislukken. Of praten over dingen die niet gelukt zijn. Want ja, voor je het weet, wordt dat tegen je gebruikt. En dat is natuurlijk ongelooflijk jammer. Dat moeten we niet hebben, want we moeten vooruit. En we moeten juist die lessen gebruiken. En dan hoort ook een soort van modelletje bij. Van ja, kijk nou eens naar jezelf. Kijk eens om je heen. Kijk eens naar de wereld. Hè, want ik praat nu voor en rond de bouwagenda. Kijk nou eens naar die wereld. Hoe zit het daar met wat wij noemen de psychologische veiligheid? Kun je daar zijn wie je bent? Kun je doen wat je doet? Kun je praten over wat je gedaan hebt zonder dat je bang iedere keer hoeft te zijn dat je wordt bekritiseerd? Dat je aansprakelijk wordt gesteld? Dat je wordt uitgelachen? Dat je wordt, nou, whatever. Aan de andere kant zie je dat we wel natuurlijk gemotiveerd moeten zijn. Dat we ambities hebben. En die ambities die stralen er vanuit die bouwagenda. Nou, als je nou die twee combineert. Kijk, ik heb helemaal geen ambitie en het is een onveilige omgeving, heb ik 1 tip voor u. Doe dan helemaal lekker niks. Dan kan er ook niks gebeuren. Dan krijg je wat wij noemen de zone of apathy. Je kunt ook zeggen, nou, de druk is niet zo hoog en het is onveilig. Nou ja, of het is veilig, dan ga je natuurlijk niet zoveel doen. Hè, dan ga je genieten. Prima, of er nou veel uitkomt, weet ik niet. Nu komen een ander verhaal. Wat ik al zei, die bouwagenda, die barst en barst van de ambities. Maar ja, doe je dat in een omgeving waar het niet veilig is, dan krijg je stress, dan krijg je burn-out, dan krijg je wegduikgedrag. En dan ga je niet leren. Maar creëren we nou met z'n allen, en dat is wat iedereen verdient die hier zo hard aan gewerkt heeft en hard aan werkt aan die hele transitie. Creëer je nou een omgeving waarin je gemotiveerd bent om voor elkaar, met elkaar dingen voor elkaar te krijgen. En je doet dat ook nog eens in een omgeving waar je elkaar respecteert en waar je elkaar de ruimte geeft en waar je elkaar ook gunt dat af en toe ook dingen anders lopen, dan krijg je de learning zone. En die hebben we nodig. En ik vind het zo belangrijk dat mensen met zulke goede intenties gewoon hun werk kunnen doen. Zonder dat Jan en alle man zo'n druk op ze leggen dat ze eigenlijk liever niks doen of zeker niet praten over dingen die mislukt zijn. Dat vind ik een ongelooflijk belangrijk aspect. En dat noem ik dus ook eigenlijk een mensenrecht. Iedereen die ik heb gezien en alles wat ik heb gezien van die bouwagenda, dat verdient om dat mensenrecht toegekend te krijgen. Het recht om dingen te mogen proberen, te ervaren, daarvan te leren, mislukken eventueel, liefst wel briljant, en weer door te gaan. En ik vraag u zelf na te gaan, heb ik dat recht en geef ik dat recht? En iedereen die bij die bouwagenda is betrokken, de binnen- en de buiten, hebben wij deze eigenlijk afspraak met elkaar gemaakt? Hebben we deze afspraak ook laten leven in die 4 jaar die bouwagenda heeft gelopen? En ik vraag me af om na te gaan of dat beter kan. En als dat zo is, dat te doen. Nou, ik zei al, dat leervermogen is ontzettend belangrijk. En ik had het al over patronen. En ik heb in mijn carrière ongelooflijk veel mislukkingen mogen bekijken. En mij afgevraagd, kan ik nou onderliggende patronen zien waarom dingen nou misgaan? En waarom is dat nou nuttig? Dan creëer je als het ware faalintelligentie. En wat betekent dat? Dat betekent dat je al in een vroegtijdig stadium kunt zien, misschien nog zelfs al voordat je begint, van oh, we moeten hierop letten, want dat patroon zouden we zomaar eens kunnen tegenkomen. En op het moment dat het ook daadwerkelijk zich manifesteert, dat u denkt, wat moet ik nu doen? Oh, wacht even, ik zie wat er eigenlijk aan de hand is. Niet op de oppervlakte, maar ik zie wat er echt aan de hand is. Ga ik wat aan doen? En terugkijkend kun je natuurlijk een heel verslag maken en alles wat je gedaan en gezien hebt opschrijven. Enorm document, schepping van de aarde in kaart brengen. Het duurt 7 dagen, maar het opschrijven duurt veel langer. En dan ga je het vervolgens in een database stoppen. Nou, dat wordt een databasement, want er komt nooit meer wat uit. Nee, je moet kijken naar de essentie. En die essentie, dat zijn dus die patronen voor falen.
En in ons werk hebben we er uiteindelijk 16 ontdekt. Ik heb natuurlijk helemaal geen tijd om ze door te nemen. Je kunt altijd naar onze website gaan. Maar er staan een paar dingen bij. Heel kort, bijvoorbeeld iets als een junk. Een junk betekent dat je te lang doorgaat met een project, terwijl je lang weet dat het niks wordt. En dan vraag je, maar waarom ben je zo lang doorgegaan? Ja, nou ja, we hadden nog budget. Dan krijg je dat soort opmerkingen. Of iets als de verkeerde portemonnee. Dan is er iemand bij betrokken in het hele verhaal, waarvan je weet dat als het doorgaat, dat hij er of zij er niet beter van wordt, financieel of qua positie. Daar moet je van tevoren aandacht aan besteden. Nou, ik heb een voorbeeldje voor u meegenomen om het uit te leggen. Ik heb hier een weg, een provinciale weg in Friesland. En u weet, dat zijn gevaarlijke wegen. Daar is geëxperimenteerd om dat beter te doen. En dan hebben ze een patroon, een ribbelpatroon aan de zijkant van de weg aangelegd. En als je daar overheen rijdt met je auto of motor met de juiste snelheid, dan ga je een melodietje produceren. En in dit geval het Friese volkslied. En hier ziet u wat het resultaat van deze poging is. En dat is heel leuk hoor. Twee keer, drie keer, maar niet 24 uur per dag. Zaterdag is het aangelegd. Aan het eind van de middag was alles weg. En toen begon de herrie. En we zijn wel wat lawaai gewend, want we zitten bij de vliegbasis. Dus dat stopt om 5 uur 's middags. En dit gaat 24 uur per dag door. We kregen vrijdag een briefje in de bus dat er een proefstrook geplaatst zou worden, een ribbelmarkering, zodat de automobilisten gewaarschuwd kunnen worden op hun afwijkend gedrag. Het werkt ook nog eens een keer averechts. Het is de bedoeling om langzamer te rijden, maar men rijdt veel harder eroverheen om daar idiote geluiden te creëren. Er zijn nu automobilisten die gaan achterstevoren rijden om het nog een keer te kunnen horen. Deze week gaan we kijken op het provinciehuis van hoe kunnen we zo snel mogelijk op een goede manier hier een eind aan maken. Nou ja, dat was dus een mislukking. En u kunt afvragen, welke patronen zitten hier nou onder? Ja, want ik zei al, we hebben 16 patronen ontdekt. Nou, een paar. Maar de belangrijkste die we ook heel veel tegenkomen, en ik denk, als ik zo keek naar wat er allemaal in de bouwagenda is gebeurd, komen ze alle drie hier eigenlijk terug. De lege plek aan tafel. Dat betekent dat je iets doet waar anderen eigenlijk bij betrokken zijn, maar je hebt ze niet aan tafel gehad toen je het ging ontwikkelen of toen je het ging implementeren. En dat waren in dit geval natuurlijk de bewoners. Daarnaast was het ook een experiment. Nou, denk aan het verhaal van Edison met zijn gloeilamp. Hij wilde een gloeilamp maken, die brandde door, die ontplofte, die deed überhaupt niet, enzovoorts. En eindelijk heeft hij iets wat werkt. En wat zegt hij? Ik ben niet 100 keer mislukt. Nee, ik heb een gloeilamp in 100 stappen ontwikkeld. En daarom is het symbool van het experiment een gloeilamp. En als je met elkaar aan het experimenteren bent, zeg dat dan tegen elkaar. Zeg, jongens, pas op, het is wel een gloeilampje. Niet zeuren als het anders afloopt. En tenslotte de rechter hersenhelft. Wij proberen elkaar altijd te overtuigen met rationele argumenten, met spreadsheets, met getallen. Maar een hele hoop mensen zitten gewoon anders in elkaar. Die redeneren intuïtief of emotioneel of cultureel anders. En dat wil helemaal niet zeggen dat dat slechter is trouwens. Maar op het moment dat je dus hele verschillende talen op dat moment spreekt, heb je een grote kans dat jij je doelen niet bereikt, heb je ook een mislukking. Nou, zo heeft u dus een aantal van die patronen gezien. Daar kun je ook allerlei dingen omheen maken om deze manier van denken ook daadwerkelijk uit te voeren. Daar hebben we zelfs systemen voor waar je projecten kunt terugvinden met de lessen gesorteerd op die archetypes. Maar ik zei al, het moet viraal gaan. En daarom ben ik ongelooflijk blij dat ik hier vandaag mocht staan. Ik reik ook prijzen uit in de zorg. Ik geef ook een blad uit, het Nederlands tijdschrift voor briljante mislukkingen. En het mooiste is dat die mensen die daarin staan, die zijn ongelooflijk trots dat ze daarin staan. Die worden ook enorm gewaardeerd. Waarom? Omdat ze met de fantastische dingen bezig zijn geweest. Omdat ze zich enorm hebben ingezet. Omdat ze heel veel hebben geleerd. En omdat ze die lessen met anderen willen delen. En ik heb nog nooit iemand gezien. We gaan 23 maart nu voor de 7e keer ook een prijs uitreiken. En er komt de 4e editie van dit blad uit. Ik heb nog nooit iemand gezien die zei, ik heb er spijt van dat ik in dat blad stond. Nou, ik wil afsluiten. Ik zei al, we reiken ook prijzen uit. Dat doen we bijvoorbeeld ook in de ontwikkelingssamenwerking, waar mensen ook met geld van anderen proberen in hele moeilijke omstandigheden iets moois voor de wereld te betekenen. En lukt dat altijd? Nee, natuurlijk niet. Wordt dat altijd gewaardeerd? Helaas ook niet. En die mensen zijn dus eigenlijk heel huiverig om te praten over dingen die niet gelukt zijn, want ja, dat was andermans geld. En dat is ten onrechte. Ze doen ongelooflijk mooi werk in ongelooflijke complexe omstandigheden. Ik zei al, dat doe ik ook in de zorg.
Volgende week wordt de 7e prijs uitgereikt. En het is een prijs die mensen willen winnen. Want het is een teken van dat ze met goede dingen bezig zijn geweest. Het is een teken dat ze zich hebben ingezet. Het is een teken dat ze het goed aangepakt hebben. Het is een teken dat ze wat geleerd hebben. En dat wordt zeer gewaardeerd. Dus ik wil afsluiten. Ik wil nog één tip meegeven. Ga leren van het verleden. Ga leren in de toekomst. En ja, leer dus ook van de dingen die anders zijn gelopen dan gepland. Dus ik zou zeggen, ga ook positieve aandacht besteden aan alle dingen die anders zijn gelopen. En voordat u nu heel erg in mineur komt, ik wil toch het laatste woordje nog zeggen over successen. Want natuurlijk ook van successen kunt u leren. Maar ga nou eens na, wanneer kunt u van een succes leren? Eigenlijk alleen maar wanneer het ook mis had kunnen gaan. Als je iets doet wat niet misgaat of niet mis kan gaan, dan leer je er ook niks van. Dus ook als u een succes heeft behaald, dan kunt u daar wel van leren. Maar alleen op die momenten waar u achteraf zegt, maar het had ook mis kunnen gaan. Maar ik heb gewoon geluk gehad of ik heb het inderdaad slim aangepakt. Dus ik wil eigenlijk eindigen met deze positieve kreet. U kunt ook leren van een succes als u maar bedenkt dat een succes eigenlijk een mislukte mislukking is. Ik dank u ongelooflijk uw aandacht. Ik complimenteer de bouwagenda met alles wat ze bereikt hebben. En ook alle dingen die ze geleerd hebben. En ik hoop van harte dat al die lessen terugkomen als leeropbrengsten. En dan weet ik zeker dat we in 2050 daar nog lol van zullen hebben. Dank u wel. Paul Isker, dankjewel. Mag ik jou ook gelijk vragen dan om als jurylid plaats te nemen in de award voor de briljante mislukkingen binnen de hele bouwwereld? Bij deze, hij is getackled. Dat is mooi. En eigenlijk zou elk bedrijf een chief failure officer moeten hebben. Net zoals dat ze een chief future officer zouden moeten hebben. Ah, het gaat allemaal goed komen in deze wereld. Ik weet het zeker. Dames en heren, wilt u meer weten over Paul Isker? Op internet is van alles te vinden. Vast ook wel leuke boeken. Ik ga zodra ik thuis ben even snuffelen en kijken of ik dit verhaal ergens leuk kan terugvinden. Dankjewel. Dankjewel. Graag, Paul Isker. Ik wou zeggen, geeft u me een applaus. Ja, doe maar lekker als je thuis zit. Moet kunnen. Goed, ja, we hebben nog een heel leuk en druk programma, maar we hebben ook wat breakout sessies, zou je kunnen zeggen. Het eerste gedeelte hebben we gehad. We gaan nu naar een eerste ronde met deelsessies. Dat zijn 4 deelsessies. Sprekers doen dat deels vanuit hun device thuis, maar ook zit hier iemand in de studio. Gaan we dadelijk ook mee verder. We hebben 4 keuzes. Kunstwerken renoveren van 4 naar 400. Samen slim renoveren kan. Er ging een lampje branden. En regie en leiderschap. U bent automatisch ingedeeld in een sessie. Ik ga dadelijk uitleggen hoe dat precies werkt. Want ik wil u nog wel even wijzen op de rest van het programma. Als we dit gehad hebben, dan komen we terug voor een plenair intermezzo. We gaan namelijk een boeklancering doen. Ook uiteraard wat met de bouwagenda te maken heeft, maar we ook heel veel tips uit kunnen halen. Hoe dan gaan we die doelstellingen bereiken? Hoe gaan we die beren op de weg, of eigenlijk van de weg halen? Dan komt er een tweede ronde met deelsessies en dan gaan we eigenlijk naar een soort van afsluiting, een lancering van de doorstartnotitie. En natuurlijk afscheid van de bouwagenda met Kajsa Oelenderen. Dus blijf er vooral bij. Als het goed is, wordt u dus automatisch doorgeschakeld. Wilt u toch een andere sessie volgen? In het mailtje wat u gekregen heeft met de link wordt uitgelegd hoe dat kan. We gaan nu dus even ongeveer 20, 30 seconden offline en dan komt u automatisch terug in een goede sessie. En zo niet, blijf proberen, want van proberen ga je leren. Tot straks, veel plezier. Welkom bij deze deelsessie over leiderschap. Er was heel veel animo, zag ik. Veel mensen waren benieuwd wat er te vertellen valt over leiderschap. En dan misschien ook juist wel het toekomstgerichte leiderschap in de bouwwereld. Want er zijn ook daar best wel wat veranderingen nodig om dingen heel goed voor elkaar te krijgen. Ik heb een drietal gasten naast mij zitten. En eigenlijk zijn het niet zozeer mijn gasten, maar vooral de gasten van Etty Schippers. Want misschien heeft u het gezien. Ze heeft een aantal podcasts opgenomen waarbij ze het gesprek is aangegaan met mensen die veel met leiderschap te maken hebben of daar heel veel ervaring mee hebben. En aan hun gewoon gevraagd, weet je, maar hoe zit dat dan en hoe zie je dat dan? En met Etty samen begeleid ik eigenlijk deze sessie. Ook een mooi evenwicht, 2 dames, 2 heren, hebben we niet over nagedacht. Is gewoon toevallig rood, blauw, ook kleuren, alles netjes in balans vandaag. Etty, ik wil met jou beginnen. Jij bent met die podcast begonnen. Waarom eigenlijk? Nou, dat was wel. We hebben veel wat hardere dingen gedaan in de bouwagenda. Echte subsidieregels, budgetten. En op een gegeven moment zag ik wel, we hebben een thema dat heet samenwerken vanuit vertrouwen. En daar gaat het eigenlijk ook wel over leiderschap.
In dat thema hebben we het MKB-convenant zitten van ons taskforce-lid Albert Martinez. En die heeft echt gezegd als bouwbedrijfsleven, MKB-bedrijven, wij gaan naar de gemeente Rotterdam toe en wij bieden daar onze kennis aan. Maar we zeggen, we willen dan ook met jullie anders samenwerken. We willen meer kunnen leren, eigenlijk wat Paul Iske ook al zei. Hè, we willen langjarige samenwerking met jullie aangaan, strategisch partner worden. En ik denk, ja, daar zit nog wel iets waar we iets mee zouden moeten kunnen. Dus ik ben een aantal gesprekken daarover gaan voeren. En we hebben er nu 3 uitgezonden en er komen er nog 2. En met wie had je die gesprekken? Het eerste was met Bernard, over hoe hij tegen leiderschap aankijkt en hoe we de bouwagenda hebben geleid. En de tweede was met Rob van Wingerden, de oude baas van de BAM en ook lid van de taskforce. En de derde was met Kees Buijs en die was samen met Albert Martinez degene achter dat MKB-convenant. En een 4e podcast zou je graag met hem willen opnemen? Ja, dat was eigenlijk wel het idee ook, inderdaad. Chris Kuipers. Ja. Gaan we dat nu doen dan? Misschien wel, hè? Okay. Nee, we willen meer tijd voor jou reserveren. Oh, dat verdien je. We kunnen er nog altijd nog eentje maken als het, na dit event. Zou goed zijn, denk ik. Ja. Heeft de bouw last van vastgeroeste patronen als het gaat over leiderschap? Ja. En wat kenmerkt zich daarin? Historisch is toch het echte bindend leiderschap in die hele branche, in die hele kenniswereld, is onvoldoende ontwikkeld, heeft allerlei historische oorzaken. Wat je bijvoorbeeld in de techniek wel ziet, hè, als je ziet als ASML een nieuwe machine bouwt, dan zijn er honderden bedrijven omheen die samen die innovatie verrichten. Dat begint in de bouw te komen. Daar hebben we het BTIC voor, het Bouwtechniek Innovatiecentrum. Maar dat kan nog beter. Samenwerking overheden. We zijn niet voor niks gestart met een lobby voor een minister voor de bouw en de ruimtelijke ordening. Niet omdat de huidige minister het niet goed doet, maar het is zo'n zwaar programma. 8 miljoen huizen, gebouwen, honderdduizenden bruggen en sluizen vernieuwen. Dat is zoveel, dat kan niet een onderdeel meer van het ministerie zijn. Ja, dat kan wel van het ministerie zijn, maar het kan niet een bijproduct zijn in de portefeuille van de minister. Dus dat leiderschap hebben we nodig. Daarmee tegelijkertijd denken we, zijn we erg geïnspireerd door Bernard de Haar. Doe het dan ook samen met de overige lagen van het Nederlands leiderschap, de provincies en de gemeentes. Dat is de hoop die ik heb voor de nieuwe regering. Maar jij stopt hier dadelijk na de bouwagenda. Is dat wat voor jou, minister voor bouw? Nee, ik ben totaal. Oh, helaas. Dat wist ik eigenlijk al wel, dat niet ging gebeuren. Het was leuk geweest, maar... Er moet een nieuwe generatie maar eens een keer komen. Ik ben nog vanuit de oude wereld. En ik ben die overgang van oud naar nieuw. Dat vind ik ontzettend leuk. En de nieuwe moet het maar meer... Een transitieminister dan? Nee, die hebben we niet. Hebben we niet nodig. We hebben echt, ik denk, er zit zoveel kennis in het Nederlandse bedrijfsleven, in de bouw. Zoveel innovatie, zoveel jonge bedrijven. Er zit ook kennis bij het ministerie. Er is geen enkele discussie over. Alleen, het is zoveel. Je moet het concentreren. We hebben ook die mantra van ons, is altijd volume, hè, dus opschalen, innovatie, kostprijsverlaging. Dus op die 3 punten moet je leiderschap hebben. Het is ook niet niks. Hè. Iets wat in duizenden jaren gebouwd is, eigenlijk. De bouw is heel oud. Moet nu helemaal nieuw aangepakt worden. Dat eist leiderschap, regie. En dat is daar hoop ik echt op dat we dat gaan organiseren. We hebben een stappen gemaakt. Ik bedoel, de wijze waarop, ik moet Chris zelf maar zeggen, maar een ministerie wat in feite een beleidsministerie is, nou, Chris, waarover nu gedwongen is om uit te voeren, is op zich een hele stap. Chris, vertel het eens. Herken je dat? Zeker. Ik denk dat, kijk, toen dit kabinet nog eigenlijk, het is nog demissionair, starten was eigenlijk woningbouw en de bouwproductie en ook verduurzaming. Dat begon, hè, met het, dat werd belangrijk, toen hadden we nog geen klimaatakkoord. Dus, en de woningbouw was eigenlijk, sommigen zeiden van, we zijn klaar. Hè? Stef Blok die zei eigenlijk van, nou, het staat allemaal wel met het wonen. En eigenlijk gedurende dit kabinet hebben we geconstateerd dat dat toch niet helemaal klopte. En we eigenlijk zowel rond de verduurzaming als voor de woningbouwproductie er enorme opgaves hebben. En die zijn eigenlijk alleen maar groter geworden. De woningbouwproductie is denk ik een heel relevant thema, maar de verduurzaming in de gebouwde omgeving is gewoon heel ingewikkeld. Ik denk wel de ingewikkeldste opgave binnen het klimaatakkoord, eerlijk gezegd. Ja, en daar hoort denk ik wel, wat Bernard zegt, daar hoort ook vanuit de overheidskant, maar ook vanuit het bouw- en bedrijfsleven, daar hoort wel meer regie en leiderschap op te worden ontwikkeld, denk ik. En ja, daar hebben we een begin mee gemaakt. En daar ben ik best wel tevreden over eigenlijk. Ook wat we binnen ons ministerie daaraan gedaan hebben.
Maar, weet je, gelet op wat er allemaal nog moet gebeuren, is er een versnelling en een intensivering wel noodzakelijk. En daar hoort, denk ik, ook wel een minister bij die dit gaat aanjagen, gaat stimuleren. En nogmaals, kijk, alleen een minister erbij om dit te doen, dat is onvoldoende. He, er moet echt meer gebeuren, maar een minister zou helpen. Het liefst een minister voor. En jullie kunnen zeggen, ja, wat is dat weer voor ingewikkeld van of voor? Nou, dat maakt in onze wereld behoorlijk uit. Ja, ja. Want een nieuw ministerie bouwen, dat kost heel veel tijd. Dan zijn we 2 jaar verder en daar is die bouw echt niet mee gediend. Maar wel met een minister voor. Maar wat ik wel eens begrepen heb, maar het kan zijn dat ik verkeerd geïnformeerd ben. Hè. Je kunt er natuurlijk wel een nieuwe minister opzetten die dan de regie moet gaan voeren. Maar je hele apparaat eronder zit natuurlijk nog in de oude modus. Ja. Zie jij mogelijkheden hoe je dat kan opzetten? Ja. Ik heb bij het ministerie van Vrom gezeten toen het, toen het werd gesplitst, om zo maar eens te zeggen. Dat kan vrij snel. Hè. Dus beleidsmatig kan dat vrij snel als je zegt, nou die en die directies. Nou, die gaan dan daarheen en die in die directies gaan daarheen. Vaak is het ingewikkelder met ondersteunende onderdelen, weet je wel. De mensen die met de financiën bezig zijn, of, nou ja, die moeten gaan splitsen vaak intern. Dat is iets ingewikkelder. Bedrijfsvoering is iets ingewikkelder, maar als je puur beleidsmatig kijkt. Kijk, als ik nu naar mijn directoraat kijk en naar de directies die ik heb, kan ik ongeveer wel nu bepalen, als we een minister voor de bouw krijgen, welke directies dan bij die ministers komen. Dus dat is snel te doen. Maar Chris, je zei net ook wel van, we hebben daar ook al wel wat aan gedaan. Hè, aan ons ook als BZK wat anders opstellen. Want dat was ook wel een van die vragen van Rob van Wingerden. Die vertelde dat ja, zij toch ook wel echt last hebben in het bedrijfsleven soms van de waan van de dag. Denk dat je dat ook wel herkent. Hè, dat is, er vroeg mij de co-bouw ook, wat was nou de grootste vijand van de bouwagenda? En toen zei ik eigenlijk de waan van de dag. Want ja, daardoor moest je iedere keer dat toch in 2050, 2030 gaat dan iets naar de achtergrond als je weer stikstof hebt, corona, dingen die je op de korte termijn dan bezighouden. Maar je zei net ook wel iets, wij hebben wel iets anders gedaan. Kan je daar nog iets over zeggen wat dat dan is? Ik denk dat met de bouwagenda, wij hebben natuurlijk voor die opgave, zowel in die verduurzaming als in die productiekant, wij bouwen niks hè, als overheid. En wij zijn wel opdrachtgever. Maar juist op dat punt van die opdrachtgeverschap, maar ook als het gaat om het faciliteren van mede-overheden en het bouwend bedrijfsleven, die samenwerking hebben we georganiseerd. En die hebben we gewoon keihard nodig. En de bouwagenda heeft ervoor gezorgd dat we dat gingen doen. En ook nog gefocust op een paar grote opgaves die echt aan de orde zijn. Dus er zat focus in, er zat verbinding in en samenwerking in met al die verschillende partijen in de keten, met ontwerpers, met architecten, et cetera. En dat is gewoon keihard nodig. Maar dat is ook iets punt, want we praten over de overheid. En ik ben het heel erg met Chris eens. Dat is de toekomst, hoe de overheid georganiseerd moet worden. Maar ook het bedrijfsleven en ook de kennissector. Waar wij ook steeds op hameren is, en dat gebeurt nu ook gelukkig. Hè, dus Maxime zit bij ons in de taskforce, is daar enorm mee bezig om te zorgen dat er ook bedrijfsleven elkaar ontmoet. Ja. Het waren toch heel veel zuilachtige branches. Dat is aan het veranderen. En dat men samen, dus het is niet alleen maar de bouwers, maar het is ook de techniekmensen, dus de installateurs, het is ook de architect, het is de ingenieursbureaus. Die gaan naar elkaar toe groeien. Ik vind dat ook het tegenwicht is wat tegenover die centrale overheid moet staan. En de derde club, dat vind je allemaal terug in ons bouw, techniek en innovatiecentrum, is de kenniswereld. Mm-hmm. Was, toen wij begonnen, dat kan Chris nog wel herinneren, Eddie ook, was nauwelijks contact tussen de TU's, het TNO en de hogescholen over innovatie in de bouw. Dat bestond gewoon niet. We hebben dat verzameld, maar het moet nog wel gebeuren. Het zijn die rails zijn klaar en nu moet het echt gaan gebeuren. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat goed gaan doen, die regie en samenwerking vanuit de BZK, vanuit de nieuwe minister, en de branches die elkaar vinden, en de kennis die we elkaar vinden, dan hebben we een enorme markt ook voor ons. Mag ik je dan een gewetensvraag stellen? Zeker. Omdat je natuurlijk altijd vanuit de verschillende partijen allerlei lobby's hebt, die vooral hun eigen hachie willen redden, eventjes heel oneerbiedig gezegd. En zeker als je het hebt over 2050, we hebben een mega opgave om het klimaat stabiel te houden. En alles wat erbij komt kijken, de verduurzaming, circulariteit, hele rattenplan. Dat betekent eigenlijk dat je het lobbyen moet loslaten. En dat die samenwerking eigenlijk moet gaan reiken. Dat is, wordt onze stip op de horizon. En zie jij mogelijkheden
dat het lobbyen losgelaten kan worden, dat mensen over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. Ja, maar ik denk dat jij, veel mensen hebben een verkeerde begrip van ja, het woord lobby. Ja, ik speel even advocaat van de duivel, nee, maar lobby dat maakt is niet natuurlijk uit. Een versleten woord. Het is eigenlijk een beetje onzedelijk woord geworden bijna. Lobby is niet netjes. Hoe wil je het nu noemen dan? Hoe wil je het noemen? Ja, samenwerken. Belangenbehartiging. Nee, ja, maar ook daar ben ik voorzichtig mee. Kijk, ik zal je een voorbeeld noemen. Wat wij ja, kort, want de tijd loopt intussen door. Ik zal heel kort zijn, want ik weet dat je me dan goed in de gaten houdt. Maar we hebben nou die plannen bijvoorbeeld voor die minister, om bijvoorbeeld te noemen. Of de plannen voor versterking van innovatie. Dat moet natuurlijk in een regeerakkoord komen. Want één keer per 4 jaar bepalen we eigenlijk de agenda voor de komende. En 4 jaar is natuurlijk veel te kort. We moeten daar ja, voor maar als het daar niet in vastzetten. Komt, verlies je 4 jaar. Oké. Okay. En dat heet dan lobbyen. Maar het is gewoon, jongens, je inbreng geven met kennis en ook helpen. Ja, maar tegelijkertijd, daar wil ik toch Helge een beetje in bijvallen. Dank je. Merk je wel dat die bouwsector is versnipperd. Ja. Dat heeft ook voordelen, maar dat heeft ook wel nadelen. En zeker als je regelgeving wil afspreken, dan zie je wel heel veel fracties die net ietsje anders met die regelgeving willen omgaan. Omdat ze daar ook belangen bij hebben. Dat zie je gewoon gebeuren. Dus het zou mooi zijn als we natuurlijk uiteindelijk toch dat een beetje achter ons kunnen laten. En meer vanuit die realisatie gaan denken met elkaar. Want er is de komende decennia genoeg werk voor iedereen. Echt. Weet je, dat is het mooie. Wordt misschien iets anders werken. Ja. Maar werk is er genoeg. Het is de grootste groeimarkt ter wereld. Ja, ja, en dat, fantastisch. En dat vind ik nog wel mooi dat we het ook een beetje. Want er gaat natuurlijk een nieuw kabinet. Die zal ook gaan nadenken over hoe komen we uit die crisis. Hè? Ja. Ja, en dan is de bouw. Echt natuurlijk echt een maar mensen zijn niet aan te slepen in de bouw. Probeer maar eens een project te starten. Dus daar moeten we heel veel energie op gaan zetten. Dat het weer aantrekkelijk wordt om bij die bouw te gaan werken. Dan wil ik de laatste vraag even aan Etty stellen. Omdat de tijd eigenlijk stiekem op is. We kunnen heel lang doorpraten. Ja, dat klopt. Maar dan de rest moeten dadelijk nog bij. We gaan een podcast maken met jullie gewoon. Okay. Nou, precies, we gaan een podcast maken. En aan jou dan misschien de belangrijkste vraag. Je hebt onderzoek gedaan naar het leiderschap. En wat nou eigenlijk het meest gewenste leiderschap zou zijn om dit voor elkaar te krijgen. Zou je dat kunnen kenmerken in een aantal karaktereigenschappen? Waar zijn we naar op zoek? Karaktereigenschappen is, wat een aantal mensen heel belangrijk vonden, is toch de meeste mensen deugen. Hè. Neem dat als je uitgangspunt. Dat iedereen, ook in de bouwsector, zijn best doet. Maar durf wel ook echt 2050 nu centraal te gaan stellen. En niet je eigen belang. Of eigenlijk, probeer je eigen belang te vinden in 2050. En wat ik een heel mooi compliment vond van iemand van Maarten Otto van de netbeheerders aan de bouwagenda. Die zei de bouwagenda slaagt erin van 1 plus 1 3 te maken. En ik denk als je dat als leider kan doen, samen met je team, want dat is het dan ook. Dat is het leiderschap wat we nodig hebben. Dat is voor mij nieuw leiderschap. Nou, ik vind het een prachtige afsluiting. Ja, het gaat niet om jou of bedrijf als geheel, maar je bent onderdeel van een maatschappij. Wat kan jij voor die maatschappij betekenen? Dat we al die mooie gebouwen en infrastructuur over 50 jaar nog kunnen benutten. Dat het niet allemaal geld kost om het droog. En je verdient er nog geld aan ook. Ondernemers kunnen het kost een investering, maar dan maar kom je ook miljardenmarkt, een nieuwe miljardenmarkt. Maar het is ook gewoon leuk om ermee bezig te zijn. Die lol die erin zit. Wij kunnen nog uren doorpraten. We hebben al gehoord dat er nog een podcast gaat volgen. Dus blijf het ook vooral volgen. Blijf Etty volgen. Blijf Bernard volgen. En Chris heeft misschien ook wel ergens waar u zich kunt volgen. Dit krijgt nog een opvolging. Het kan niet anders. Maar we moeten dit nu afsluiten. Alle de eerste deelsessies sluiten nu af. Want we gaan verder met het plenaire programma. Het wordt voor even schakelen. Een minuutje, half minuutje. Blijf erbij. Tot zo. Welkom terug. Ik hoop dat de deelsessie interessant en leerzaam was. En eigenlijk stiekem dat het nog veel meer vragen oproept dan dat u daarvoor had. Want dan heeft het in elk geval iets geprikkeld. En dat is ook een beetje de bedoeling, want het houdt niet alleen maar op. En antwoorden zijn er niet. Er komen altijd weer nieuwe vragen. Nou, als iets de bouwagenda wel heeft duidelijk gemaakt, is dat het echt een samenwerking moet zijn. Het moet integraal zijn. Bij het ontwerpen, bij het bouwen, alles moet met elkaar samenvallen. En we hebben een enorme opgave voor de boeg liggen. 2050, het is een getalletje wat je niet snel vergeet, maar het is al wel over 29 jaar. En dat gaat sneller dan je denkt, kan ik u verklappen. We hebben meer dan 1 miljoen nieuwbouwwoningen wat we uiteindelijk moeten gaan omzetten. Waar moeten die dan komen? Hoe dan? Nou, er zijn altijd mensen die zich daarmee bezighouden. En 2 van die mensen heb ik inmiddels naast mij staan in mijn studiootje in het Hilton Royal Suite. Welkom, Carolien en Ben. We houden netjes 1,5 meter afstand. Dus als u denkt, nou, ik zie er maar 2 in beeld en Helga net niet. Dat doen we dan eigenlijk gewoon een beetje bewust.
Corona gaat voorop in elk geval. Ben, laat ik bij jou beginnen. Wie ben jij en hoe zouden we jou kunnen kennen? Ik ben Ben Verberkel. Iedereen kent mij van de Erasmusbrug. Dat is mijn meest belangrijke project wat ik al heel jong mocht ontwerpen. Ik was denk ik iets van 33 jaar. Ik heb een architectenbureau. En ook nog eens een keer een heel mooi ander bureau, Nazi UN Studio, wat het architectenbureau is. Een UN Sense bedrijf. Dat is een bedrijf wat zich richt op technologie en de gebouwde omgeving. Ja. En ik ben taskforce lid van de bouwagenda. Dus Jeetje, heb je nog wat tijd over? Ja, ik sport elke morgen, dat helpt. Oh, dat scheelt. Ja. En wat is die sport dan? Ik ren elke dag. Ja? Ja, dan hou ik het wel Maar voor. Joggen of echt rennen? Nou, joggen, ja. En hoe lang ga je dan? Ongeveer anderhalf uur. En waar woon je? Amsterdam. Als dan ga ik het Vondelpark in. Ja. Oh. Ja, dat helpt. Ja, is leuk, want zo leer je iemand toch ook weer een beetje persoonlijk kennen. Dat is toch altijd wel grappig. En ik ga zo met jou verder praten, want naast jou heb jij jouw collega in crime staan, zou ik in dit geval zeggen. Caroline, hi, vertel eens, wie ben je en waar kunnen we jou van kennen? Ik ben Caroline Gerels, ik woon ook in Amsterdam en misschien kennen jullie mij als wethouder, want ik ben 8 jaar wethouder geweest, zo ken ik Ben ook. En nu werk ik bij Arcades en mijn baan is eigenlijk om steden van elkaar te laten leren. Dus als we iets slims doen in Amsterdam, bijvoorbeeld op het gebied van fietsen, en ja, het wordt corona en Milaan zegt we willen overnight fietsstad worden, dan gaan wij dat met mijn collega's in Milaan proberen te regelen. En dat is superleuk en heel inspirerend. Ja, dat kan wel voorstellen. En dat het ook best wel uitdagingen zijn, maar dat je Nederland er misschien juist als fietsland ook wel hele mooie voorbeelden hebt liggen. Zeker, maar bijvoorbeeld hè, in dit verhaal praten wij ook over het overkluizen van sporen. Daarvoor zijn we naar Parijs geweest, dat kunnen ze daar heel goed. En dan is het heel inspirerend om te zien hoe ze dat precies doen. En hoe je daar misschien ook nog kunt innoveren. Dus en dat sluit prachtig aan bij de bouwagenda eigenlijk wat ik doe. Ja, maar dan ben ik eigenlijk ook heel nieuwsgierig. Hoe hebben jullie elkaar gevonden dan in dit project? De rest mag je achterwege laten, maar in dit project. Het was voor mij heel erg belangrijk in die taskforce om na te denken hoe je niet alleen als architect, hoeveelheid opgaves die hebben en die verdichtingen die we nu moeten gaan ontwikkelen met elkaar, dat je dat niet alleen doet. Dat je met alle kennis en kennisinstellingen, zou je moeten zeggen, en alle specialisten uit het vak, maar ook uit de politiek, moet bij elkaar brengen. En ik kende Caroline al veel langer via het werk wat we met elkaar al deden. Dus we kennen elkaar professioneel, maar ook privé. Dus ik vind het, we zijn ook vrienden. Dus doe je ook een hardlopen, Caroline, of niet? Nou, niet zo hard als Ben, hoor. Nee. Jij fietst gewoon achteraan en je moedigt dan Ben aan. Kom op, Ben, je kan het. Kom op, Ben. Zo is het niet, maar het is heel goed om met elkaar te werken. Ja, en in die samenwerking zijn we dus achtergekomen, we gaan gewoon een boek schrijven over hoe we dingen kunnen bereiken. Ja. Nou, weet je wat? Als ik nou opzij stap, dan hebben jullie even de vloer om de mensen thuis uit te leggen wat voor leuke dingen jullie in een petto hebben voor hun. Ga je gang? Heel goed. Goed, dan beginnen we met het eerste plaatje. Ja, wat wij willen is nog nooit gedaan, is de titel van het boek. De kracht van integraal bouwen gaat het over. En ik kan natuurlijk niet in alle details elk hoofdstuk van het boek doornemen, maar het gaat dus eigenlijk over die nieuwe opgaves, hoe we met elkaar kunnen innoveren. Niet alleen maar in de bouw, maar in de hele sector. En dit plaatje geeft het misschien enigszins aan. En het werd ook straks al enigszins genoemd. De integraliteit is niet alleen maar nodig door iedereen zeg maar, uit de sector bij elkaar te krijgen alleen. Maar het gaat over nieuwe manieren van werken. Als je kijkt naar de manier waarop de sector nu is georganiseerd, is het behoorlijk gefragmenteerd. En al in zoveel andere sectoren zie je veel meer integratie, veel meer actoren in een netwerk die veel meer met elkaar proberen te innoveren en op mooie manieren te innoveren. En ik zeg altijd van misschien zitten we in onze sector ergens nog tussen de Walkman phase en de iPhone fase in. En daar willen we wat aan veranderen. En zoals we ook eerder aangaven, de ruimteclaim van vandaag is ongekend. Hè, de verdichting, de hoeveelheid mobiele aspect, OV, maar de energie, infrastructuur, de nieuwe fietspaden die er moeten gaan komen, circulariteit, de klimaatadaptie, de leefomgeving. En er zijn wat dat betreft zoveel conflicterende opgaven, zou je bijna kunnen zeggen. En dat hebben wij
Eigenlijk op een hele mooie manier bij elkaar willen brengen in een kaart die Caroline Gerels zometeen gaat toelichten. Maar om tot zeg maar een werkelijke integraal plan te komen en tot innovatie te komen, moeten we niet die opgaves gaan stapelen, zeggen wij, tegen elkaar. Maar, en dat kun je ook allemaal in het boek vinden, hebben we een soort manual bedacht waarmee je veel meer en beter integraal met elkaar in een soort nieuwe manier van werken, die specialisten, en zo zit de taskforce eigenlijk ook in elkaar, de ingenieursbureaus, de planologen, de architecten, de kennisinstellingen, de bouwers natuurlijk, met iedereen die daarbij hoort, bij elkaar te brengen en daarmee, ja, we noemen dat een pre-concurrentiële samenwerking te introduceren, dus een fase waarbij je voordat je gaat aanbesteden echt met nieuw idee komt om op de juiste manier, op de juiste plekken te innoveren. En we weten dat er bijvoorbeeld in de geschiedenis hele mooie nota's zijn geschreven. Bijvoorbeeld de tweede ruimtelijke nota die in 1966 was geproduceerd. Die keek al iets van 34 jaar vooruit. En wij zeggen nu ook van je moet niet alleen naar 2030 gaan kijken, maar je moet naar 2050 gaan kijken. Als het gaat om die verdichting, want dan gaat het niet alleen maar over 1 miljoen woningen, maar wij zeggen zelfs 1,7 miljoen woningen. En dat houdt in dat je dus op een hele nieuwe manier anders gaat plannen naar die toekomst toe en ervoor zorgt dat je echt ook op de juiste plek ook de juiste infrastructuur introduceert, de juiste verbindingen maakt, zodat je ook daar op de lange termijn de beste ruimte claimt waarmee je kunt verdichten. En dan draag ik het hierover aan Caroline. Dankjewel, Ben. Ja, wat wij willen is nog nooit gedaan, maar wel op onderdelen. Dat is eigenlijk de crux van dit hele boek. Het boek wat we straks gaan overhandigen aan de voorzitter, Bernard Wientjes, wat hier op tafel ligt. En waarvan u hier de inhoudsopgave ziet. Want het is heel belangrijk om te laten zien dat het ook een heel praktisch boek is. Het is een manual, zei Ben al, aan de hand waarvan je in je eigen wijk, in je eigen stad, in je eigen regio aan de slag kan. En dat hebben we eigenlijk op 4 plekken ook al heel concreet uitgeprobeerd in zogenaamde ateliersessies. En hoe je dat moet doen, dat staat hier ook in. Want wij zeiden, innovatie is een prachtig woord. En wat wij willen is nog nooit gedaan. We gaan het wel proberen in die ateliers, omdat wij vinden dat innovatie een tijd en plaats moet hebben. Innovatie gebeurt alleen dan als je die complexiteit van opgaven ook samenbrengt op een hele specifieke plek, op een kaart. En zo zijn we aan de slag gegaan. We hebben dus in verschillende wijken in Nederland gekeken wat er allemaal moet gebeuren. Respect onderste kaart voor natuur en milieu, kennis van energieinfrastructuur. Diederik Samson zei het al, moet een enorme slag maken straks om te verduurzamen. Het geldt voor de gebouwde omgeving, maar zeker ook bijvoorbeeld voor de industrie of voor de landbouw. Dan die kaart van het MIRT, u kent het wel, hè? De planning van wegen, spoorwegen, waterwegen. Dan de NOVI, hè? De omgevingsvisie, door het ministerie van Binnenlandse Zaken gemaakt. En dan vervolgens de woondeals die er al zijn, die gemaakt worden door het betreffende ministerie. En ze hebben ons enorm goed geholpen om nog preciezer te worden. En dat gaan we nu straks aan u laten zien. Want wij hebben al die woningen die er nog moeten komen op de kaart van Nederland getekend. Tot 2030 zijn er 892.000 woningen gepland. Daar moet dus nog iets bij als iedereen zegt er moet 1 miljoen woningen gebouwd worden. Die woningen hebben wij een plek gegeven. In de steden, we hebben gekeken naar 7 criteria, staat allemaal in het boek, waar die woningen dan moeten komen. Nou, op die plek dus. We hebben gekeken naar wat er verder nog zou moeten als je de demografische ontwikkeling bekijkt. Dan moeten er tot 2050 ook nog heel veel woningen bij. In totaal komen we dan op 1,7 miljoen. En dan zijn we inderdaad zo ver vooruit aan het kijken als ze toen in 1966 ook deden met de tweede nota ruimte. Nou, hoe we dat allemaal precies hebben gedaan en wat er precies in Leeuwarden of Groningen moet gebeuren, ziet u in dit boek, leest u op de kaart. En wat ons betreft is het een 0.1 versie. Dat betekent dat wij vinden dat er vooral heel indringend over gesproken moet worden de komende maanden. Bernard Wientjes gaf het al aan. Dit is het moment waarop je dingen regelt. Zodat je het ook met elkaar eens wordt. Want ik ben ook heel erg voor één overheid. Maar ik ben ook erg voor het huis van Thorbecke, waarin hij er in staat is
om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. En door met elkaar op die kaart te kijken, om de kaart heen te gaan staan, kom je dus als gemeentes en als provincie en als Rijk heel goed tot een integraal verhaal waarin dit allemaal is meegenomen. Nou, dat laten wij dus zien in die aantallen op die kaart. Ze komen nu van boven, maar in werkelijkheid moet het allemaal vanaf het fundament opgebouwd worden. En ik denk dat u alle herkent dat infrastructuur daar ook heel belangrijk is. Wij zeggen dus, probeer in die periode tot 2030 juist die dingen te doen die niet zo ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld Voorschoten, vind ik een heel mooi voorbeeld. Daar ligt een station, zou je nog veel meer overheen kunnen bouwen. Nou, daar hebben we prachtige voorbeelden van. Het is een mooi, dik boek geworden. En dat gaan wij nu overhandigen aan Bernard Wientjes. Ben. Mag iets doorgeschrijven? Aan het tafeltje mag je staan. Ja. Bernard, het eerste boek. Jij hebt ons altijd gestimuleerd. Je weet, in de taskforce heb je altijd gezegd tegen mij vooral, nou, die architectuur is niet alleen belangrijk, maar jij kijkt mee in het hele proces van bouwen en ontwikkelen en maak nou eens een keer duidelijk. En toen Carolien en ik samen daaraan gingen werken, toen zei je vooral van, nou, zet het eens op schrift. Ik kan je ermee helpen. Hier is een boek. Gelukkig op het juiste moment. Niet voordat je met pensioen gaat, grapt hij altijd. en ik ben blij dat we het vandaag aan je kunnen overhandigen. En dank. Heel erg dank. Ja, dit is eigenlijk, als ik heel kort mag, Helga, het is eigenlijk de titel van ons werk. Wat wij willen is nog nooit gedaan. Dat geldt voor onze hele taskforce. Wat ik zo belangrijk vind, en één woord erover, is dat het niet alleen gaat over techniek en innovatie, maar het moet ook mooi worden. En het moet woonbaar worden. En de mensen moeten gelukkig worden. En daarom ben ik zo ontzettend blij met dit boek. Ik ga het met liefde lezen en ik hoop dat jullie het breed als inspiratiebron kunnen laten zien aan gemeentes, aan het huis van Thorbecke, maar wel onder centrale leiding. Ik begrijp dat jij van Thorbecke houdt, maar wel onder centrale leiding. Heel veel dank, en succes. Nou, Bernard, ga jij het alvast lezen? Ga ik. Adieu. Want ik kan me ook voorstellen dat jullie misschien dat boek ook wel zouden willen lezen. Nou, kon je het van tevoren aangeven, dat hebben mensen gedaan, maar wat nou als mensen nu naar jullie luisteren en denken, ik wil het ook. Hoe kunnen ze er dan aankomen? Via de bouwagenda, via de website zal komen te staan waar het verkrijgbaar is. Maar het is ook gewoon in de boekhandel te krijgen, geloof ik. In de Q&A staat een linkje. Kan je aanklikken. Kan je toch nog scoren. Mag ik jullie bedanken voor jullie bijdrage en voor het prachtige boek. Ik heb ook weer wat te lezen dit weekend. Dank jullie wel. Vielen dank. En dan gaan we snel door met de tweede sessie van deelrondes. Want het is al een beetje over tijd. En straks komt de demissionair minister. En die zit natuurlijk ook al in een beperkte tijdslot. Dus we moeten heel hard gaan opschieten. Er zijn vijf deelsessies. U wordt automatisch doorgeschakeld. Maar u kunt ook nog switchen. Het staat allemaal in de mail. Daarna hebben we nog de lancering van de doorstartnotitie. De afscheid van de bouwagenda. We hebben nog een heel leuk programma. We zijn nog niet klaar. Maar we gaan nu even schakelen. Op zwart. En dan komt u terug in de deelsessie. Ik zit hier nog steeds met Chris Kuipers en er zijn twee nieuwe mensen aangeschoven. Nog een andere Bernard ter Haar van de ABD Top Consult en Barbara van de Ploeg van de Bouwagenda en de TU Eindhoven. En Carolien had het net al eventjes over één overheid en wij gaan het hier hebben over hoe dat eruit zou kunnen zien in de energietransitie. En Bernard ter Haar heeft daar een mooi rapport over geschreven en ik ga daar eventjes, om jullie een indruk te geven, één citaat uit voorlezen. Als studiegroep zagen we dat veel van de hedendaagse maatschappelijke opgaven een bijdrage vragen van alle bestuurslagen van ons openbaar bestuur. We zagen ook dat er met hart en ziel aan die opgaven wordt gewerkt. We zijn echter geschrokken van de slordigheid waarmee het opgavegericht werken vorm krijgt. Doelen worden vaak niet gezamenlijk opgesteld, noodzakelijke spelers worden niet betrokken, er is geen regie en er is bijna altijd onduidelijkheid over de financiën. Het gevoel van ongelijkwaardigheid tussen de bestuurslagen is bijna tastbaar. En als studiegroep hoorden we vaak klachten over de contraproductieve verkokering van het Rijk. Nou, dat is nogal wat. Barbara, herken jij dit ook vanuit het werk van de bouwagenda? Ja, ik zou nee willen zeggen, maar het antwoord is eigenlijk ja. Met name de verkokering is mij opgevallen. Maar het is me ook wel opgevallen hoe moeilijk het is om de bouwsector erbij te betrekken.
En ik heb ervaren dat het een bijzonder moeilijk toneel is waar wij ons op begeven. Hè, dus het is ook niet eenvoudig. Nee, dat zijn wel iets van verzachtende omstandigheden wat jou betreft. Het is ook complex. Het is complex, maar ik denk dat de boodschap van het team van Bernard Trahaar ook wel ter harte genomen moet worden om volgende slagen te maken in de verduurzaming. Chris, herken jij dit ook, deze observaties? Jij was ook betrokken, hè, bij het rapport. Nou ja, ik zat in die studiegroep, dus ik kan alleen maar ja zeggen eigenlijk nu. Ja. Maar weet je, kijk, als je het zo voorleest, is het best wel, staat het er heel stevig en dat is denk ik ook goed. Ja. Ik vind zelf wel, ik zit natuurlijk al lang bij de overheid, ja, dat die verkokering die echt wel een stuk minder is geworden. En wat ik denk vooral herken in deze zinnen, ja, is dat, ja, het is makkelijk gezegd één overheid, maar het organiseren van één overheid, omdat we toch verschillend zijn, rijk, provincie, gemeente, ja, dat is toch wel ingewikkeld. En dat vergt inderdaad wat extra energie, met name op je doelstelling. Hoe kom je tot de definiëring van je opgave? Wat doe je als een van de partijen afhaakt of niet levert? Dat kan het Rijk zijn, maar dat kan ook een gemeente zijn. Ja. Ja, daar zijn, en als je het over slordigheid hebt, denk ik, dat op dat punt we echt wel stappen kunnen zetten. Waar zou jij ook dan nu met de nieuwe kabinetsperiode en eigenlijk ook weer een soort nieuw begin, is dat ook altijd, hè, weer van zeggen, dat zou ik wel met mijn team willen aanpakken dan? Nou, ik denk die hele, wat een goed voorbeeld vindt eigenlijk ook, staat ook in het rapport, is toch wel die RESSEN die we hebben, ja, georganiseerd, die regionale energiestrategieën, waar we dat veel meer gemeenschappelijk hebben gedaan. Dat is ook een gezamenlijk opdrachtgeversberaad met de overheden. Ik denk bij de woningbouw, we hebben wel een doelstelling van 70.000 woningen per jaar, maar dat is toch vooral Rijk. En dat hebben we eigenlijk niet verdeeld. En ik denk dat we bij woningbouw en het organiseren van die 1 miljoen woningen de komende jaren, dat we daar volgende stappen moeten zetten. Waarbij we misschien wel een beetje met als voorbeeld die RESSEN, ja, het veel meer interbestuurlijk moeten maken. En dan is de opgave die wij voor die 1 miljoen woningen hebben, niet alleen onze opgave, maar dat is ook de opgave van gemeentes die daar een deel van doen. Of de provincies die daar een deel van doen. En ja, dat is denk ik wel nodig om tempo te gaan maken de komende tijd. Ja. Bernard, als ik nog even terug mag met waarom heb jij eigenlijk deze opdracht gekregen? Waar kwam die vandaan? Die kwam van de koepels en van de Rijksoverheid. Dus de opdracht was ook van de minister van Binnenlandse Zaken samen met de staatssecretaris van Financiën. Maar ook van de drie koepels van de decentrale overheden samen. Vanuit het beeld dat we hebben op dit moment een interbestuurlijk programma lopen. En het beeld was toch wel, dit kan beter. En laten we het voor de komende periode gewoon proberen beter te doen. En laten we dan ook op tijd gaan nadenken over hoe dat dan zou moeten. Want eigenlijk alle bestuurslagen zien ook wel dat we de grote opgave waar we op dit moment mee bezig zijn, waar we voor staan, dat die ook die gezamenlijkheid vragen. Dus het uitdaging wat vroeger bij de overheid wel eens had van je gaat erover of niet. Ja. En als de gemeente doet, dan hoeft het Rijk kan zeggen toedeloe. Dat is niet. En dat zie je misschien toch nog wel een beetje terug in die samenwerking. Hè? Dat het dus heel erg is van hier ga jij over en hier ga ik over. En samen, nou ja, ik had ook wel eens ooit een baas die zei, twee mensen verantwoordelijk is niemand verantwoordelijk. Maar daar moeten we toch ook weer een nieuwe vorm in vinden, lijkt het. Ja, we zien dus wel inderdaad met een grote opgaves ook voor de belevingwereld van het Rijk gedecentraliseerd zijn. En dat betekent dan ook dat het Rijk daar gewoon dus minder aandacht aan hoeft te geven. Terwijl, ja, decentraal is er een ontzettend behoefte aan het toch het bij elkaar brengen van dingen. En toch ook gewoon zorgen dat het Rijk wel aangesloten is om wel te kijken of de regels deugen. Te kijken of de financiën op orde zijn. En ook om die verbinding die niet automatisch vanzelf gaat, ook horizontaal op de verschillende decentrale niveaus, om die dan ook toch te helpen, ondersteunen en samen mee aan te gaan bouwen. Dus wij kwamen in onze studiegroep eigenlijk heel veel thema's tegen. Daar hebben we er drie uitgezocht. Ja. We zeiden van, nou, dat zijn mooie voorbeelden waar het echt gewoon interbestuurlijk belangrijk is. Hè, dus dat je echt meteen kunt aanwijzen van elke bestuurslaag heeft daar zijn eigen rol. En niet alleen dat. Je komt ook heel vaak tegen dat je ook nog private partijen echt heel hard nodig hebt om dingen tot stand te kunnen brengen.
En die gezamenlijkheid die is op heel veel terreinen heel, heel belangrijk. En dat is een belangrijke boodschap voor de overheid, maar dat is eigenlijk ook belangrijk voor de boodschap van meer publiek en privaat gaan samenwerken. Barbara, dat hebben we eigenlijk in de bouwagenda gedaan, hè? Kun jij daar nog iets meer over vertellen, over hoe we dat hebben gedaan, die samenwerking op gang brengen? Ja, dat is wat ik zelf dan voor mezelf de meesterlijke lobby noem. Maar dat was inderdaad wij tot een kunstvorm ongeveer verheven. En heel belangrijk daarbij is steeds geweest dat wij ons onafhankelijk voelden en ook onafhankelijk waren. Wij waren bezig met de gemeenschappelijke zaak, het doel, de klimaattransitie voor ons allemaal. En van daaruit hebben wij geacteerd. En dat betekent dat je begint je te verdiepen in de materie. Waar gaat dit over? Wat is het probleem? Wie spelen er een rol? Hoe werkt het? Waar staat het? Maar vervolgens ga je kijken, ja, hoe krijgen we dit aangepakt of opgelost? En dan zie je dat er altijd enorm veel, in Nederland enorm veel partijen bij en mensen bij betrokken zijn. Dus dan eigenlijk ga je aan de gang met de mensen waarvan wij dachten dat die of belangrijk zouden zijn of het verschil zouden kunnen maken, bij elkaar te krijgen. En dat is overtuigen, dat is een goed verhaal vertellen, dat is iets interessants bieden. Dan breng je mensen bij elkaar, maar dan zul je het goede gesprek moeten gaan voeren. Dus ook daar zijn we altijd best wel aan de lat gebleven om voor te bereiden, om voor te bespreken, om met ideeën te komen, om vooraf mensen aan elkaar te verbinden. En dan ga je eigenlijk in een aantal sessies ga je meters maken. Er zit ook wel iets in van proberen mensen ook wat los te krijgen, waar wij het met Helga en Chris en Bernard over hadden, van hun eigen belang, hè? Of van hun de waan van de dag en iets van dit is waar mijn achterban mij op afrekent. Ja, heel belangrijk, omdat wij zelf die positie innamen van wij staan alleen maar voor het gemeenschappelijk belang. Maak je dat ook wakker in andere mensen. En dat is, denk ik, in heel veel gevallen is dat heel erg goed gelukt. Daar zijn we ook, denk ik, best trots op. Ja. En dan zie je dat we eigenlijk veel nieuw gedachtegoed hebben kunnen ontwikkelen met die teams in die samenwerking. En je ziet ook nu dat mensen daarmee door willen, hè? Ja, want jij bent eigenlijk ook nog weer met het rapport van Bernard voor speciaal voor energiesystemen ook aan de gang gegaan, hè? Heb je nog een soort geprobeerd een eigen bewerking te maken? Eigen bewerking? Een toepassing misschien? Nou, een eigenlijk, zoals Bernard en ik het ontdekten, een stap verder te brengen. Hè, waar Bernard met het team interbestuurlijk, dus bij de overheden, hebben wij een slag eraan gemaakt om te zeggen, luister eens, maar nu moet ook de techniek en de toepassing en de uitvoering moet erin. En waar Bernard's team met een 4W-model kwam, hebben wij het eigenlijk samen tot een 9-stapsmodel weten te brengen. En ik moet zeggen, dat werd begrepen. En dat wordt nog steeds gezien, ja. En welke stap heb je er dan eigenlijk nog aan toegevoegd? Of kun je daar nog iets over zeggen? Die inkoppeling van die kennis is wel belangrijk, hè? Ja, we hebben er 1 stap aan vooraf gezet. Dat is het waarom. We hebben daar ergens na de 2 stappen van wat, hè? En hoe hebben we kennisinkoppeling? Dus eigenlijk systeemdenken, systeemarchitectuur denken, totaaloplossingen denken. De regie-samenstelling hebben we natuurlijk overgenomen, maar toen zijn we doorgetrokken naar de uitvoering met het ontwerp van de middelen, hè, de instrumentenkoffer, maar de uitvoering en vooral ook de bijsturing. En dan eigenlijk die cirkel weer door. Hè? Terug naar waarom, oh ja, waarom deden we het ook alweer? Klopt dat nog? En dan weer die cirkel door van wat en hoe en wie. En klopt die systeemkeuze nog? En kloppen die middelen nog? En door en leren. Hè? En dan het leren erin. Want Bernard, jij bent ook betrokken geweest bij die sessies over energiesystemen van ons. Wat vond je dat je model recht werd gedaan? Of is dat een beetje de manier waarop je het ook voor je ziet? Ja, zeker. Nee, ik herken heel erg het element van die kennis inbrengen, het element van feedback organiseren. Kijk, de studiegroep had inderdaad dat 4W-model. Hè. Wat wil ik bereiken? Wie heb ik daarvoor nodig? Wie gaat dan wat doen? En welke instrumenten zet ik in? Ja. Die 4. Maar we hadden in onze infographic, zeg maar, om dat model duidelijk te maken, ook allemaal pijltjes staan, ook heen en weer.
En dat is ook in de cirkel gezet. Want, en dat herken ik dus heel erg. Die vragen hebben met elkaar te maken. En die moet je ook in zijn gezamenlijkheid proberen te beantwoorden. En de laag die we er bovenop hebben gezet samen. Ook daar zitten weer allerlei verbanden in. Die je ook met elkaar moet beleven en waar moet maken. En feedback, dus inderdaad kunnen bijsturen, kunnen leren. Is echt gewoon verschrikkelijk belangrijk. Mm. Ja. En Chris, als jij dit zo hoort... Wat denk je dan, daar kunnen wij wel wat mee richten? Zeker, dus zeker. Zeker. Ik zou het model niet ingewikkeld maken, eerlijk gezegd. Maar, want die vier W's die waren wel heel erg goed. Maar kijk, als je kijkt naar de... We zijn het vaak best wel eens nu. Als het gaat over die woningbouwproductie of die verduurzaming. Hè, dus het, en waarom we dat willen. Ja. En met wie we dat willen. Die partijen die kennen we wel. Maar de kern is nu wel, hè, waarmee doen we dat nu eigenlijk? Hè? En dus die realisatiekracht, die uitvoeringskracht, ja, die moeten we nu gaan mobiliseren. En dan wordt het toch wel ingewikkelder. Hè? Want kijk naar die resten. Ja, je ziet al die plannen komen. En die opbrengst van al die resten is toch best oké. Maar er is toch wel heel veel gemor en gedoe en participatieproblemen en vraagstukken van... Krijgen we het wel voor elkaar? En welke locaties dan? En hoe verhouden ze zich tot andere dingen? Dus het wordt echt ingewikkeld. En kijk, en dan moeten we elkaar ook vasthouden. Ja. He, dan moet het niet ineens weer uit elkaar gaan lopen. En dat is best ingewikkeld. Want je hebt ook met verschillende invalshoeken op het lokaal bestuur te maken. Met andere politieke voorkeuren, et cetera, et cetera. Dus in deze fase moeten we nu echt wel gaan komen met elkaar. En als we daar niet komen, dan gaan we die opgave natuurlijk ook nooit realiseren. Dus dat is wel de opgave die we de komende tijd hebben. Om echt veel meer in die uitvoering te komen. Want Bernard, jij riep ook nog in, of jullie riepen in het rapport ook op, hè, om de tijd van de formatie ook optimaal te benutten. Hè. Heb je nog een advies of aan Chris of iets waarvan je zegt, daar zou ik wel echt graag nu al actie op zien voordat er een nieuw kabinet eigenlijk aantreedt, zodat die minister aan de gang kan? Ja, nou, dat is steeds onze boodschap geweest. Wacht niet op de formatie. Kijk, ja. Die formatie is voor de Rijkspartijen wel belangrijk, maar de andere decentrale overheden zitten in een andere politieke cyclus. Ja. Dus die hoeven ook niet te wachten. En je moet het toch met elkaar doen. En natuurlijk is het belangrijk dat het kabinet straks ook aan de instrumentenkoffer nog weer iets toevoegt. Hè. Dus dat is echt fijn als dat zou zijn. Heb je dan voor de energietransitie nog iets wat je denkt dat zouden ze moeten toevoegen aan die instrumentenkoffer nu? Nou, afgezien van kennis, ik heb weer zeggen voor die energietransitie, probeer toch nog een keer te herijken. Probeer nog eens even te kijken wat nou echt prioriteit heeft en wat ook snel resultaten oplevert. Dus dat is één ding. Ja. En kennis. Ik denk dat gewoon het verzamelen van kennis, bij elkaar brengen van kennis, het uitdelen ook van kennis, daar waar die op dit moment nodig is, waar de vraag is naar regie en samenhang. Dat we dat ook gewoon echt beter organiseren dan wat we tot nu toe hebben gedaan. Kijk, en we hebben de handschoen opgepakt, hè? Dus het advies op dit punt is heel terecht. Hè? En ook de Kamer heeft nog gevraagd, zorg nou dat die interbestuurlijke samenwerking wordt geëvalueerd, maar ook een vervolg krijgt. Ja. Dus op die thema's wonen, energie, sociaal domein, economisch herstel, hebben we ook echt samen met de koepels, dus met de VNG, Unie en IPO, hebben we ook samen met de betrokken departementen, dus niet alleen BZK, hebben we ook echt, werken we aan gezamenlijke proposities. Dus als we helderheid hebben van een nieuw kabinet, dat we dan ook sneller kunnen beginnen. Mooi. Barbara, wil jij vanuit de kennis, want dat is ook een beetje je tweede pet, hè, nog iets meegeven? Ja, ik heb één mantra vandaag de dag. En dat is stel de burger centraal en stuur op samenhangen. Mooi. Ik zit even te kijken volgens mij... Gaan wij afronden? Ja, we gaan weer terug naar het plenaire programma, naar Helga en Bernard. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank, met plezier gedaan. Welkom terug allemaal na deze tweede deelsessie. En ik hoop dat we weer heel veel inspiratie en ideeën hebben opgedaan. Maar het draait natuurlijk vandaag allemaal om het doorgeven van alle ideeën die opgedaan zijn bij de bouwagenda. Het opstellen daarvan, de lessen die we geleerd hebben. En ja, dan kan er eigenlijk maar één iemand mij hier vergezellen als we het hebben over de doorstartnotitie. Bernard, ja, als mijn co-host, het is net zo'n weerhuisje, mannetje, zeker, vrouwtje. Zeker. En dan, ja, nou ja... heb je een goede indruk tot nu toe? Ja, jij doet het goed.
Dat wil je toch waarschijnlijk horen? Nee, helemaal niet. Uitstekend, ik hoor alleen maar goede verhalen over jou. Dus dat nee, het gaat over de bouwagenda. Oh, daar had je het over. Ja, graag. Oh, goed dat ik het even weet. Nee, maar het programma loopt vandaag fantastisch. Ja. Dat ik echt even kwijt. Even los van jouw inbreng. Maar ik vind het erg inhoudelijk. Kijk, normaal is het natuurlijk zo'n feestje. Is natuurlijk altijd leuk. Want ja, je viert, we hadden het graag persoonlijk gedaan. Maar veel ja. liever, maar ik ben heel blij. Ook het laatste debat of laatste gesprek wat ik hoorde, is echt om de inhoud. Ja. Dat is wat ons altijd bezighouden heeft. Natuurlijk vinden we het leuk om leuke dingen te gaan doen. We hebben de meest fantastische borrels gehad, al heel lang geleden. Hè? Ja, ja. Uiteraard ja, ja. voor corona. Een hele leuke team opgebouwd, maar het gaat om de inhoud. En als ja. je nu ziet wat we vandaag bezig zijn... Of het nu de organisatie is, de regie van de overheid. Nou ja, het laatste gesprek. Dus de verschillende overheden. Als je ziet innovatie, het fantastische boek wat Ben gemaakt ja. heeft. Wat echt een soort handboek is. En het is een grote berg die we moeten gaan beklimmen. En elke klimtocht begint met een eerste stap. Zeker. En daar hebben wij de ministeries voor nodig. Ik denk het wel, ja. En met name een hele belangrijke minister. Ja. En jij kent haar. Ik vind het ontzettend leuk. Ik weet niet, kan niet zo zien of ze inmiddels ons kan zien. Ja, ze is erbij, maar... Kijk eens aan. Dan is het alleen maar ontzettend leuk dat ik op de eerste plaats, mevrouw de minister, ik mag al Katja zeggen stiekem, dat ik die feliciteer uiteraard met het resultaat van haar partij. Dus ik praat misschien tegen de demissionair minister, maar... Oh, we praten tegen haar, is een verbindingje weer weg. Ze is weer terug. Oké, okay. Kajsa, mag ik je de tweede keer welkom heten? Ja, nee. We zien er. Ja. Dank je. Mevrouw ik de minister Kajsa, ik had heel officieel je welkom geheten. Hey, fijn dat je erbij bent. Nou zie ik een ander gezicht ook nog. Het is zo leuk. Het is net het weer. Het is totaal onvoorspelbaar. Dit hoort bij corona. Dit hoort bij teamsvergaderingen. Je moet voortdurend improviseren. Maar ik hoop dat de minister ons hoort. Ja, we gaan gewoon doorpraten. Ze zwaait dadelijk wel als het ziet, denk ik. Ik wacht nog even af. Ik kijk even naar de regie. Is de minister weer aan boord? Nee? Nee. Oké. Okay. We zitten in Den Haag, dus u begrijpt dat verbinding naar het ministerie een hele lange weg moet afleggen, zo via de ruimte. Maar we hebben het ministerie wel nodig, want zonder het ministerie... Ja, maar ministerie is één ding. We hebben goede mensen nodig. En wat jij vertelde met visie, dus niet korte termijn, maar we moeten vooral lange termijn durven kijken. We moeten durven experimenteren. We moeten risico's durven nemen. We moeten een zandbak creëren om fouten exact. Te maken. Je moet risico's nemen, maar je moet wel een passie hebben voor de toekomst. Vooral en die passie voor de toekomst is gewoon 2050, Parijs. Geen enkel huis meer wat nog CO2 uitstoot. Maar wat is jouw persoonlijke passie voor de toekomst dan? Waar kan ik jou voor wakker maken en zeg van... Je hoort mij steeds ook zeggen, wat ik het leuke hier vind, dat dit ontzettend veel ondernemerschap vraagt. Ik ben natuurlijk ondernemer. Al die dingen die ik in mijn leven gedaan heb, centraal staat ondernemerschap. Dus ik zeg toch de ondernemers, even los van het feit dat ik ook een gewoon burger van deze planeet ben en heel veel zorgen maak over het klimaat, vertaal ik dat direct naar ondernemerschap. Je ziet kansen. Natuurlijk, maar het is ongelooflijk. Ik heb zalen van ondernemers toegesproken en gezegd, jongens, pak je kans. En denk na over een totaal nieuwe vorm van bouwen. Denk na, de minister is terug. Kan je ons verstaan? Ik kan jullie heel goed verstaan. En jullie mij? We zien je en we verstaan je. Etcetera. Hij was net over zijn passie aan het vertellen. Gefeliciteerd met de overwinningen. Ja, en ik wil eigenlijk tegen jou zeggen dat we nou praten met de demissionair minister en hopelijk de toekomstige minister. Maar daar mag je nog niks over zeggen, daar kan je niks over zeggen. Maar de eerste stap gisteravond is volgens mij gezet. En ik vind, dan gaat er weer iets mis. Er gaat steeds een andere mevrouw komt. Het is waarschijnlijk gewoon iemand die in het panel meekijkt. Iemand van de bouwagenda. Idee. Ik heb geen idee. Nou ja, mevrouw, ik weet niet of u het hoort. U heeft gewoon meerdere alter ego's op dit moment. Nou ja, we gaan... Ja. We hebben een quiz. Wie is de dame die af en toe de minister vervangt? Waar kun je zorgen dat het geluid in ieder geval is? Het geluid, nee? Oké. Okay. Nou, dus dat is ondernemerschap. En je ziet dat terug nu... Ik heb een aantal ondernemingen bezocht die een hele nieuwe manier van bouwen ontwikkeld hebben. Ik bedoel, zoals we bouwen tot 10 jaar geleden, is zoals we 2000 jaar geleden bouwen. Ja. Ik heb een keer een toespraak gehouden, had ik een baksteen bij me. Mm-hmm. Ik zei, dat is de baksteen van nu. Had ik daarnaast een baksteen van een gebouw van 500 jaar geleden. Ik zeg, wat is er veranderd? Ja.
En te zeggen, dit is de toekomst. Driedimensionaal printen van een gebouw. Ja. Dit is een revolutie. Dus en ondernemingen die daarop inspelen, die hebben enorme kansen. Maar als je gaat bouwen, de mooiste gebouwen zijn vaak gebouwen die al heel lang bestaan. Ja, dus als je nu gaat bouwen, moet je juist nadenken, als dit gebouw er nog over 100 jaar staat, ja, wat straalt het uit? Welke functie kan die aannemen? Of als het een andere functie heeft, moeten we dan eigenlijk eerst afbreken? Want dat is eigenlijk niet wat je wil. Nee. En als je het doet, dan moet het in een circulair systeem kunnen. Dan zeg je het juist. Wat is de allerbeste vorm van circulariteit? Een gebouw 1000 jaar laten staan. In een multifunctionele mogelijkheid. Laat maar staan. Laat die stenen maar weer. Als je het niet doet, dan moet je van tevoren goed over nadenken. En dat is ons digitaal programma. Ja. Dat je weet welke materialen in het gebouw. Als jouw huis over 20 jaar afgebroken moet worden, dan moet je gewoon uit de computer kunnen krijgen. Daar zitten die kozijnen in, die stenen in. Die kunnen daarvoor nieuw gebouwd. Het materialenpaspoort, hè? Daar zijn we bezig. En dat is een van de grootste doorbraken. En je moet natuurlijk ook denken. Ik heb van baksteenfabriek gesproken. Die nou de steen ontwikkeld heeft die als Lego in elkaar gaan. Ja. Zonder cement, met een soort lijm die ook weer afbreekbaar is. Ja, want dat is het, hè? Die verbindingen. Daar moet je ook naar kijken of dat zoveel mogelijk zonder en zonder cement, gewoon over 100 jaar, 50 jaar, haal je het uit elkaar. Maar dan moet je wel weten precies hoe die samenstelling is geweest. Eigenlijk is dat ook wel grappig, want dat deden wij vroeger ook. Ja. Als we een houten hut bouwden, hadden we ook geen lijm. Dus dat deden we dan met bepaalde verbindingen, dat het op elkaar bleef staan en dat het dik genoeg was en isolatie. Ja. Dus eigenlijk moeten we weer terug naar vroeger. Eigenlijk wel. Kijk naar als je de kerken uit de middeleeuwen ziet, die gebouwd zijn, uit houten. Die waren echt precies zoals jij het zegt. Die waren zo gemaakt dat ze in elkaar haakten. Ja. Zat er geen staal in bijna. Er waren houten wiggen. Ja. En die staan er nog steeds. Ja. Dus het is dus circulariteit, daar hebben we niet zo heel veel over gesproken vandaag, maar het is wel heel belangrijk. Maar ik denk dat dat ook een van de dingen van de bouwagenda is. Vertel je verhaal. Vertel wat erachter zit. Vertel waar je passie ligt. Vertel wat erachter zit, waardoor iets gaat leven. Dat een gebouw letterlijk gaat leven en dat mensen er ook moeite voor willen doen om het te behouden en te verzorgen. En ook, kijk, dat is ook onze instelling richting de particulier. Kijk, nu veel te veel wordt het verduurzamen van het gebouw wordt gezien als een soort last. We moeten dat gaan doen. Ik zie de minister weer, als het goed is. Ja. Hoor je ons? Ik hoor jullie. Drie keer scheepsrecht. Tot nu toe, laat het hopen. Ik heb alles opnieuw opgestart. Ik heb geen idee wat je allemaal gehoord hebt en niet gehoord hebt, maar ik ga het weer kort samenvatten. Ja, fijn dat je er bent. Ik ga niet nog een keer feliciteren. Ik wel. Gefeliciteerd met de overwinningen. Heel fijn dat je bent. We hebben de afgelopen jaren ongelooflijk veel steun van het ministerie gehad. Dus ik ben heel blij dat Chris vandaag hier, Chris Kuipers erbij zit, enorm veel steun gehad van het ministerie. Het is een lastige weg. Helga is net tegen mij, het is een weg naar boven, naar de Mount Everest. Maar we hebben wel een heel eind bereikt. Het grote punt is nu voor ons natuurlijk dat we dat laten borgen. De bouwagenda stopt, dat weet je, Kajsa. Dat is van begin af aan is dat de afspraak geweest. We doen het zoveel jaar. Dan moet het geborgd zijn. We hebben dat geborgd bij vele mensen, vele instellingen. Maar het moet wel doorzetten. En ik hoop echt dat het nieuwe kabinet ook, en ik ben er eigenlijk wel van overtuigd, ook mag ik misschien het zeggen, de resultaten van de verkiezingen geven de aanleiding toe, dat die interesse voor verduurzaming, voor het bereiken van een CO2-vrije samenleving volle kracht vooruit. Daar ben ik helemaal niet bang voor. We willen niet over ons graf regeren, want we stoppen echt vandaag. Ja, we zullen nog wat dingen afwerken. Maar we hebben toch gezegd, we maken toch een aantal adviezen. Adviezen die we aan jou willen overhandigen, dus eigenlijk aan het kabinet willen overhandigen, waarvan we zeggen, volg dit nou in de toekomst. En dan is dat een hulpmiddel, een soort spoorboekje naar de volledige verduurzaming van de gehele bouwde omgeving. En dat is samengevat in een videocompilatie, ja, de aanbevelingen van de taskforce. We hebben twee dingen. We hebben de videocompilatie, goed dat je me even daar aan helpt herinneren. En daarna ga ik een soort poster overhandigen. Ja, maar we gaan eerst even naar de videocompilatie. Kijkt u even mee. Kun je het zien, Kajsa? Kun je dat ons nog horen en zien? Ja hoor. Oké. En anders. We gaan naar de videocompilatie. Beste nieuwe regering, ik hoop dat jullie een minister voor bouw gaan aanstellen. Een vrouwelijke minister, dedicated en verantwoordelijk voor de integrale gebouwde omgeving. Nieuwe ministerie van Bouw, Infra en Ruimtelijke Ordening moet voortvarend aan de slag met een definitieve oplossing voor het stikstofprobleem. Naast die minister, aandacht binnen dat departement. Hoe komen we van beleid tot uitvoering? Dat blijkt gewoon een lastige overgang te zijn. Als we dat beter doen, dan
maken we ook een enorme stap. De tweede aanbeveling is dat we komen tot de oprichting van een topsector bouw die ons kan helpen bij de versnelling van de uitvoering van de verduurzaming door innovatie, schaalvergroting en kostendaling. De ontwikkeling van kennis, de borging van kennis en ervoor zorgen dat die kennis kan worden opgeschaald en in de praktijk kan worden toegepast, is wat mij betreft de sleutel voor het succes van Nederland als innovatieland. Laten we alsjeblieft alles wat we doen ten aanzien van de verduurzaming van de woningvoorraad zo circulair mogelijk uitvoeren, want dat helpt ons echt enorm nu en op lange termijn. Los het woningtekort integraal op en combineer de ruimtelijke opgave. Een plan waar die 1,7 miljoen woningen tot 2050 gebouwd moeten worden. In het regeerakkoord moet komen te staan dat wij als Nederland gaan investeren om deze doelen te halen. En dat geldt ook voor de gebouwde omgeving. Gewoon geld ter beschikking stellen. Zorg er samen met de bouw- en infrastructuur voor dat er voldoende huizen gebouwd kunnen worden. Ons land in beweging blijft, meer aandacht en geld komt voor het behoud van adequate infrastructuur en de klimaatdoelen gehaald worden. En alvast bedankt. Nou, iedereen kan dit filmpje ook nog wel terugkijken. Ik begrijp dat niet over het geluid helemaal joven was, maar Miem. Iedereen is tegenwoordig met Irma Sluis helemaal gewend om naar mondjes te kijken. En dat. Maar gelukkig hebben we niet alleen de video. Nee, we hebben meer. Kaatje, kan je ons verstaan nu? Kan je ons verstaan? Oké. Goed, even. Goed dat je geen minister van ICT bent. Want misschien hebben we die ook heel hard nodig. Maar goed, in ieder geval, we hebben het filmpje kun je terugzien. Maar we hebben nog iets anders. We hebben dus, wat ik net zei, de allerbelangrijkste adviezen voor het komend kabinet. Niet alleen voor het komend kabinet, van hier tot 2050 hebben wij op een rijtje gezet. Kort en krachtig, gewoon tekst die zo'n regeerakkoord kunnen zonder enig probleem. Wat net ook Chris zei, belangrijk is grootschaligheid, schaalvergroting, schaalvergroting, schaalvergroting. Innovatie, innovatie, innovatie. En dan moet de bouwsector, de ondernemers moeten zorgen voor kostprijs die omlaag gaan, worden uiteindelijk de verduurzaming zichzelf betaald. Nou, dat is de grote opgave. Ik ga hem nu overhandigen, dat doe ik dan. Ik heb daar een cursus voor gevolgd. Ik doe dat zo, ik loop nu naar je toe en ik geef hem aan jou. Ja, ik ga naar je toe. Moet je niet weglopen? Ja, nee, ze neemt hem van je over. Kijk, ze pakt hem uit sorry, je handen. Sorry, geweldig, geweldig. Super. Geweldig. Dankjewel, Bernard. Dit is hem. Ja, geweldig. Ja, mooi. Ja precies. Mooi. Mooi, 16 aanbevelingen. Prikkelende adviezen. Ja. Kasia, wil je er nog iets aan toevoegen? Je mag het laatste woord hebben. Mag ik het laatste woord hebben? Nou, daar ga ik enorm misbruik van maken van het laatste woord. Oh, de verbinding wordt slecht. Nee hoor. Nee, nou, ontzettend bedankt. Ik wil inderdaad heel graag dit moment gebruiken om een paar dingen te zeggen. Allereerst natuurlijk bedankt voor het aanbieden van de doorstartnotitie, voor het doen van een klus in 4 jaar tijd. Ja, noem het maar een klus. Maar dit was eigenlijk wel gewoon precies hoe het bedoeld was, ook destijds. Hè. 4 jaar de tijd nemen om de bouwagenda op de kaart te zetten. En ik geloof dat Bernard zelf praat liever over het aanleggen van rails, waar de trein dan op kan rijden. En dat samen doen natuurlijk met de hele coalitie die je daarvoor nodig hebt uit de bouwsector. Maar er was er maar één die de echte aanjager was en dat was Bernard Wintjes. Maxime Verhagen, hij was net in beeld en bij mij ging het geluid aan toen Maxime in beeld kwam. Vond ik ook typisch. Moet Maxime nooit onderschatten. Nee. Maar hij was degene die jou vroeg om dit te gaan doen. En toen ook gezegd, nou joh, een dag in de week hè, kost dat ongeveer. Nou, ik denk Bernard dat jij wel wist dat het natuurlijk niet bij één dag in de week zou blijven. Daarvoor kennen we allebei Maxime te goed. Maar we wisten ook dat het een grote opdracht was. Je bent er denk ik ook niet helemaal de persoon naar om het een beetje één dagje in de week te doen. Jij gooit je in zo'n opdracht. Je bent ervan overtuigd dat je naar die oplossing toe kunt werken. Je geeft niet op, je wil resultaat halen. Als een hobbyist, een lobbyist in hart en nieren geef jij niet op. Want een mislukte lobby, dat is natuurlijk gewoon een nederlaag. Dat overkomt jou niet.
Dat weet ik van jouw tijd uit VNO-NCW. Een machtige speler natuurlijk. Waar je kon uit die positie gooien. Je kabinetten bij de les houden. De rust bewaren in de polder. En nou ja, dat kan nog wel een tijdje doorgaan met het opsommen van wat je toen allemaal hebt bereikt. Dus we wisten eigenlijk dat je de goede man was voor deze mooie opgave. Je hebt tussendoor ook wel andere dingen gedaan. Neem bijvoorbeeld de kwestie in Zeeland. Hè. Er was een enorm chagrijn over de afgeblazen marinierskazerne. Maar dat sloeg om in gejubel. Toen jij een indrukwekkend pakket aan compensatiemaatregelen had binnengesleept. 650 miljoen euro. 1000 nieuwe banen geloof ik dat het was. En dat in recordtijd. En je kunt in Zeeland in elk geval niet meer stuk. De Zeeuwse media doopte de extra treindienst weer dankzij jou komt al snel om tot de Windjes Express. En nou ja, ik zou mij niet verbazen als er ook nog een standbeeld op de boulevard in Vlissingen vereist. We zullen het zien. Nee, maar de bouwagenda die vereiste echt een langere adem. Want we weten allemaal, het is eigenlijk begonnen met die kredietcrisis. Dat heeft natuurlijk de bouw ontzettend zwaar geraakt. En daar moesten we eerst uitzien te komen met die hele sector. Daarvoor was weer nieuw perspectief nodig en een blik echt verder weg in de toekomst. Dus niet van project naar project, maar groot en ook breed. Hè. Dus bijvoorbeeld de energietransitie, die biedt natuurlijk ook enorme kansen voor deze sector. En je bent er ook wel de man naar om dan ook een beetje uit te dagen en te prikkelen als het enigszins kon. Hè. Zo heb ik gehoord dat je dan een lezing gaf en dan nam je een baksteen mee. Ja. Om te laten zien hè, dat de sector in feite al honderden jaren hetzelfde doet. Stenen op elkaar stapelen. Maar de tijden veranderen. Er is natuurlijk een revolutie gaande. We kunnen nu digitale ontwerpen maken. We kunnen 3D-printen. We kunnen materialen hergebruiken. Hè. Dus er kan ongelooflijk veel aan innovatie. Maar dat lukt alleen als er intensief wordt samengewerkt. De bouwers, de overheden, de kennisinstellingen, ze hebben elkaar nodig. En als ze de krachten bundelen, ja, dan valt er gewoon een wereld te winnen. En ik denk dat dat is wat je ook hebt gedaan als voorzitter van de taskforce. Dus die bouwagenda heeft eigenlijk een vliegende start gemaakt. Die landde in het vorige regeerakkoord. Je reisde het hele land door, samen met Etty Schippers. Langs alle 50 leden van de bouwcoalitie, de aannemers, de architecten, de vakbonden, de vastgoedbeleggers, noem ze maar op. Nou, en daar hebben we een Bernard in zijn element gezien. Luisterend, vragend, vasthoudend, altijd charmant. En ik denk dat ook je ondernemershart harder ging kloppen bij het bezoeken van al die bedrijven die die slimme, mooie, duurzame oplossingen ontwikkelen. En je zei, de bouw heeft me van mijn haren tot mijn tenen gegrepen. Nou, ondertussen hebben we natuurlijk wat crises gezien de afgelopen jaren. De PFAS, de stikstof, de coronacrisis. En toch ging die bouwagenda door. En ik denk dat dat jouw verdienste is. Van denken naar doen en van doen naar doorzetten. Dat is het motto. Waar je hebt gebruikt. Je hebt aan tafel gezeten bij het klimaatakkoord. Je hebt daar ook laten zien in de discussie over de gebouwde omgeving dat de bouwsector ook een nieuw en groen gezicht heeft. Dat leidde tot renovatieversneller. Dat is echt een prachtig instrument om het tempo te maken in die verduurzaming. Bedrijven die echt hun nek uitsteken en innoveren kunnen zo worden beloond. Er kwam een bouw- en techniek innovatiecentrum. En dat brengt ondernemers, onderzoekers, opdrachtgevers en bestuurders samen. En dat leidt tot allerlei nieuwe dingen. De nieuwe warmtepomp, slimme vormen van isolatie, innovatieve productie van voorgevels bijvoorbeeld van huizen, waardoor je natuurlijk veel sneller kunt bouwen. En nou, dat zijn maar een paar voorbeelden die we nu steeds meer zien. Ja, nu zitten er 4 jaar erop. En nou denk ik niet, ik hoorde natuurlijk net niet alles wat je zei, maar ik ken je een beetje. Dus je bent niet iemand die dan jubelend en jezelf op de borst kloppend weggaat. Hè? Want jij weet ook dat er nog heel veel te doen is. En de belangrijkste opgave is het opschalen van de verduurzaming. We hebben eigenlijk een plan gemaakt voor de komende jaren. En het is tijd voor de uitvoering. En ik hoop, hè, ik zou echt iedereen die vandaag meekijkt en meeluistert ook willen oproepen, om samen met mijn opvolger die uitvoering tot een succes te maken. En ik weet ook, Bernard, dat er nog staan nog dingen op jouw wensenlijstje. De gebouwgebonden financiering. Een renovatieversneller om de scholen toekomstbestendig te maken. En het publiek ontzorgen van de particuliere woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen. En dat zijn denk ik wensen die ook de aandacht verdienen van een volgend kabinet van mijn opvolger. Ik denk dat we wel kunnen constateren dat de hele sector er echt veel beter voor staat dan 4 jaar geleden. Ik denk dat we elkaar goed hebben gevonden. De bouwsector, de overheid,
de kennisinstellingen natuurlijk. En ik denk dat dat jouw verdienste is, van jou en alle mensen van de bouwagenda, dat er kon worden doorgebouwd ook de afgelopen jaren, dat we een fundament hebben gelegd voor de energietransitie. En eigenlijk, ja, dat zijn alle ingrediënten die nodig zijn om die bouwsector ook de komende jaren te laten bloeien. We hebben de bouwsector heel hard nodig. Dus die rails die je wilde leggen, die liggen er. Het locomotief staat er en nu moeten de treinen gaan rijden. Er is geen weg terug, zo heb je het zelf ook gezegd. En dat is denk ik zo, er is geen weg terug. Alleen zullen we het nu zonder jou moeten doen. Jij hebt natuurlijk al een lange geschiedenis in het bedrijfsleven. Je 24ste stap je het familiebedrijf in, na het overlijden van je vader. En toen was je overal de jongste. Nu ben je misschien wel overal de oudste, durf ik te zeggen. Er komt altijd een moment. Maar de opdrachten die blijven binnenkomen. En ik vermoed ook dat je nu niet achter de geraniums gaat zitten. Omdat je verslaving aan het werk, die is natuurlijk niet zomaar weg. Lege dagen, dat lijkt me niks voor jou. En wie weet, weten we je ook weer te vinden voor dit soort opdrachten. Maar ik wil je ontzettend bedanken en echt alle lof toezwaaien voor het werk wat je hebt verzet voor deze bouwagenda. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar terug gaan zien. Maar voor nu ontzettend bedankt. Dankjewel voor deze mooie woorden. Ongelooflijk dank voor de aardige woorden, Kajsa. Ik ga dat allemaal doorgeven aan de taskforce en aan het team. Want het was echt, ook een advies voor jou en voor iedereen voor de toekomst. Zoek een team wat origineel is. Wat niet alleen maar komt omdat hij zoveel dienstjaren heeft, maar originele mensen. Vandaag heb ik een boek in ontvangst genomen van Ben van Berkel, de architect, een van de architecten in Nederland. Creativiteit, innovativiteit, dat was steeds in onze taskforce de leidende draad. En we hadden toevallig, want de ministeries hebben ons mensen ter beschikking gesteld, zoals je weet, hele goede mensen gekregen. Dus dank daarvoor. En we hebben een primeur. Wat dan? Nou, ik heb net gehoord dat deze demissionair minister, verkenner wordt van het nieuwe kabinet. Ach, klopt Kajsa, dat? Serieus? Is dat zo? Nou, vult het geluid uit. Dat is ongelooflijk, zeg. Jullie zijn wel heel goed geïnformeerd. Het hoort toch zo? Ja, gefeliciteerd. Ik moet ook uit deze call, want ik word zo meteen verwacht bij de voorzitter van de Tweede Kamer. Van de Tweede Kamer. Ja. Okay. En misschien gaat het hier ook over. Heel veel succes ontzettend met de nieuwe. Veel, ja. Ik gun het je van harte. Maar en enorm veel succes en dank dat je er was. Ja, super. Okay. Hey, dankjewel, hè. Dag. Tot gauw. Dag. Nou, hebben we toch nog een nieuwtje bij de afsluiting van iets bijzonders. Ja, als journalist moet dat fantastisch vinden, dat je echt een nieuw hitje hebt. Nou, ik vind het sowieso een feest om hier te zijn. Dat, maar het is ook een feest, maar het kwartier... Het is serieus. Het is serieus. Hoe krijg je dat zo door? Nou, kreeg je dat zo door? We hebben daar personeel. Geweldig. Ik heb voorspellende gaven. Nou, dan krijgen we die 16 punten in het regeerakkoord. Als Chris nog een beetje meehelpt, dan kan het niet missen. Dan nou, we gaan het zien. Ja. Maar partir, c'est mourir un peu. Ja. En ik ga in het hoekje zitten huilen. En ik geef mijn plaats even over naar Etty. Ah, oké. Okay. Even kijken. Etty, kom jij erbij? Ja. Ja. Etty heeft altijd laatste woord, en ze hoort het ook. Nou, volgens mij gaan we eerst nog eventjes kijken naar, naar een filmpje. Oh, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Okay. Met die bouwagenda legde Bernard Wientjes in 2017 de vinger op de zere plek als het gaat om de grote uitdagingen voor de samenleving, zorgde dat betrokkenen hun eigen belangen opzij zetten en leverde een ambitieus plan van aanpak op. Zonder Bernard geen bouwagenda. Bernard was natuurlijk onovertroffen in het benadrukken van de publiek-private samenwerking in de bouw. Zat ons, het Rijk, op de huid om meer regie te nemen. Was zeer vasthoudend in het benadrukken van schaalvergroting en innovatie. En was natuurlijk altijd de grote aanjager van de bouw. Bernard heeft de unieke eigenschap dat hij het gevoel geeft dat je ertoe doet. En zo creëer je een coalitie waarbij iedereen zich gewaardeerd voelt. Ja, Bernard. Bernard, dat kan niet anders dan dat je van hem houdt. Simpelweg om wie die is. Voor de innovatie in de bouw was een verbinder nodig. En dat is, zoals we allemaal weten, Bernard Puursan. Hij zet de trein op de rails, opent deuren, verbindt mensen en organisaties, stuurt op consensus en daadkracht. Geen slappe compromissen, maar maximaal resultaat voor 4 jaar bouwagenda. Bernard Wientjes, blij dat ik met je mocht werken. Waar vind je nou de combinatie van een Duracell konijn op diesel
met de tanden van een pitbull en de aaibaarheid van een teddybeer. Bernard, ik denk dat jouw vasthoudendheid en doorzettingsvermogen de sleutel is geweest van ons succes. Dankjewel. Beste Bernard, je bent een verbinder, je bent een volharder en je bent iemand die deuren opent. En dat is jouw grootste bijdrage aan de bouwagenda geweest van de afgelopen 4 jaar. De ideeën van de bouwagenda waren stuk voor stuk revolutionair. Maar ja, zonder wrijving geen glans. En of je nou Ben van Berkel, Rob van Wingerden of Maxime Verhagen heet, zonder Bernard Wientjes hadden ze sowieso geen schijn van kans. Heel veel dank voor de samenwerking, Bernard. Dus die verbindende kracht, met toch ook wel die drive om dingen voor elkaar te krijgen, op mijn lijf geschreven, dat het ergens toe leidt. Ik vind dat je dat zeer knap doet en hebt gedaan. Ja, ik ga Bernard enorm missen in deze rol. En ja, we zijn aan hem verplicht, al was het alleen maar om die reden, om ervoor te zorgen dat de follow-up van de bouwagenda een groot succes gaat. Bernard Wientjes wordt altijd voor dit soort uitdagende klussen ingezet. Omdat, als je hem voor 1 dag per week vraagt, hij zich altijd 7 dagen per week inzet. Mooi, hè? Ja. Bernard, nou, jij dacht natuurlijk dat de minister ook dat hij er hier was om te reageren op de inhoud van de bouwagenda. Maar ze was hier eigenlijk om afscheid te nemen van jou. En ja, als ik dat jou verteld had, dan had je gezegd, dat wil ik niet. Nee. Dus daarom hebben we het je niet verteld. En hebben we de taskforce ook gevraagd om wat op te om ja, die filmpjes echt op te nemen in coronatijd. Maar ook, en volgens mij is bijna alles al gezegd, en die typering van Pieter, die gaan we natuurlijk nooit meer overtreffen en ook nooit meer vergeten. Het Duracell konijn op diesel. maar ook namens het team van de bouwagenda wil ik jou bedanken. Want jij was de bouwagenda en samen met de taskforce en samen met het team zeker. Maar jouw netwerk en je ervaring hebben ons op cruciale momenten echt overwinningen of successen opgeleverd. Ik noem aantallen in de renovatieversneller, gebouwgebonden financiering dat nog steeds op de kaart staat. Ontzorging aanbesteden, je hield niet op en je gaf niet op. En discussies in ons team waren soms ook verhit, maar dat vond je volgens mij ook eigenlijk wel leuk. En wij op een gegeven moment ook. En we hopen nog op een persoonlijk afscheid, maar ik wil je toch bij een afscheid hoort ook een cadeau. En wat geef je nou iemand die alles al heeft? Ja, iets met een verhaal. En dit is ontworpen door Ben van Berkel. Het houdt bij, het sluit aan, we weten dat je houdt van een goed glas wijn. En Ben vertelde ons net dat hij het ook heeft ontworpen om ook als een talking piece midden op de tafel te hebben bij dineetjes. Dus ik hoop dat dat er ooit nog meer van gaat komen. Je mag hem van mij even snel uitpakken, want hij is zo mooi dat ik denk iedereen moet hem even zien. En ja, dank. Het was dus niet de bedoeling voor vandaag, dat weet je. Maar ik weet het. Maar wel en ontzettend leuk. En toch kon het niet zonder. Ja, ik doe wel dingen onhandig, maar ja. Officieel moet ik die dingen los. Nee, je mag het gewoon helemaal ik mag het zo scheuren. Snel scheuren, ja. En ik mag je niet helpen. Krijg je de doos? Nee, ik zal even deze. Mag je die gooi wel hem op de grond, ja. Op de grond gooien, oké. Okay. Even kijken. Volgens mij gaat hij aan de voorkant daar, de open. Nee, ja, zal ik het doen? Ja, ik even kijken. Nou, moet ik zelf ook even nadenken. En niet die microfoon omstoten. Ja. Daar is de opening. Oké, geweldig. Zo krijg je hem. Ik kom in de buurt. Ja, als je die overpakt. Ach, wat mooi. Ja. Doet mij ook echt aan. Ach, wat mooi. Je ziet meteen van een architect. Ja, geweldig. Wat ontzettend leuk. Ontzettend dank voor degene die hierbij betrokken waren. Enorme dank. Dit zal, je weet, ik hou van een goed glas wijn. Daarom? En ik hou van design. Daar hadden we het net over, Ben en ik. En dus hou ik van de combinatie van design en een goed glas wijn. Helemaal goed. Dankjewel. Ik geef mijn plek weer over aan Helga. Heel erg dank. Ja, dankjewel, Etty. Dankjewel. Ja, Bernard, ik weet dat jij heel graag het laatste. Je was ook echt even boos. Mooi. Dat is water, geen wijn. Nee, je was ook echt even boos dat we een leuk filmpje instarten. Ja, je zit te grommen. Ik hou altijd van, dat weet je, van tevoren alles weten. En dat ja? heeft me al een paar keer. Maar die pitbull zag ik ook meteen voor me. Dit hebben we niet voor. Nee, ik beheerste me netjes, maar ik was verbaasd. Ja, meester in flexibiliteit, daar houden we van. Ja. Jij krijgt nu 1 minuut om het laatste woord te hebben, want we willen heel graag daarna de netwerkcarousel ja, in. Heel goed. Dus ga je gang. Ja. Ja, het laatste woord is eigenlijk buitengewoon makkelijk. Het is gewoon, jongens. Precies zoals de minister zei en ook ieder ander gezegd heeft, hou vast wat we hebben.
Maar bouw het uit. Hè. Dus over 4 jaar of over 8 jaar of wanneer dan ook. En zeker in 2030 en 2050 zullen we toch de resultaten moeten zien wat we nu gedaan hebben. En het ligt, wat ik al eens eerder zei, wat jij ook aanhaalde en wat de minister aanhaalde, de rails is echt klaar. Maar nu proberen op stoom te komen. En dat zal heel moeilijk zijn. Want het is nogal wat in te breken in iemands privéomgeving, dat is een eigen huis. En dan moet je aankomen. En hem eigenlijk te dwingen om zijn installatie over kop te gooien. En ook nog eens een keer zijn huis te verduurzamen. En toch moet het. Alleen door veel zorg te geven, ontzorgen. En ook de mensen te helpen en te overtuigen kan het. Het was mij een genoegen. En we zullen ongetwijfeld in allerlei bijeenkomsten. Nog eens een keer een bijeenkomst. De taskforce natuurlijk op het moment dat we elkaar echt kunnen zien. Ja. Dichtbij kunnen zien. En uiteraard het team. En ik heb het met heel veel liefde gedaan. Maar ook wel omdat we een fantastische taskforce hadden en een fantastisch team hadden. Dank daarvoor. Het is echt teamwork en ook alle partijen die betrokken zijn geweest met het hele opstellen van de bouwagenda. Ja. En vooral de partijen die er nu ook nog mee aan de slag moeten gaan. Ja, ontzettend bedankt en ontzettend veel succes natuurlijk. Omdat het fysieke borrelen helaas niet kan, kunnen we het op een digitale manier doen. En dat gebeurt eigenlijk ook spontaan. U wordt ingedeeld in een groepje met z'n drieën. U krijgt 5 minuten om gezellig te kletsen, een beetje na te praten over wat u zo leuk vond aan Bernard. Of dat u zelf nog een mooie typering heeft naast de aaibare pitbull met een Duracell batterij op diesel. Ik zou het geweldig vinden. Mocht u moeite hebben om het gesprek op gang te brengen, kunt u het ook hebben over het weer. Het wordt zaterdagochtend weer heel erg koud, maar u kunt voorlopig niet op de schaats. U kunt het hebben over de lente. Over de dagvoorzitter. Over de er staat nog een reeks van onderwerpen naast in de kolom waar het ook nog over kan hebben. Het gaat vooral over de spontane ontmoetingen die we fysiek nu niet hebben, maar die juist zoveel energie en inspiratie op gang brengen. Daarom is dat netwerk Coracel ook zo ongelooflijk belangrijk. De hele organisatie, heel erg bedankt. Ik wens iedereen natuurlijk een gezonde periode toe. En mij rest als weervrouw te zeggen, ik wens u af en toe een verfrissende bui. Maar vooral heel veel zonneschijn en aangename warmte. En namens de bouwagenda, de mensen die hier zijn, tot weerziens. En jij enorm bedankt. En het technisch team enorm bedankt. Graag gedaan. Borrelsen, succes!